lotusvoeten van Krishna. En wat is prem nou eigenlijk? Dus ik begin eerst met de lezing van wat ISKCON is, of wat Krishna bewustzijn, Gods bewustzijn is. Volgens de filosofie ook geleverd door Srila Prabhupada. Om te beginnen, wie is Srila Prabhupada? Dat is waar ik vaak mee begin als ik bijvoorbeeld aan het prediken ben of een gesprek aangaan met iemand, vrienden, collega's, familie. Het is belangrijk altijd weten van waar komt het vandaan. Nou, Srila Prabhupada, Srila staat in het Bengaals voor zeg maar iemand die verheven is, iemand die veel aanzien heeft, maar dan op de spirituele vlak. En het is een titel die iemand binnen het Vaishnava-gemeenschap behaalt wanneer hij de Heer werkelijk devotioneel de dienst heeft bewezen door zijn weg in het leven in te slaan om echt Gods bewustzijn te leven. En dat heeft Srila Prabhupada natuurlijk gedaan. Hij heeft eerst gestudeerd, hij was onderdeel van een Vaishnava-familie, heeft gestudeerd. Hij leefde zeg maar rond de tijd dat er in India heel veel bewegingen gaande waren. Afhankelijkheid, opsplitsen in verschillende landen van India. Dus Prabhupada was eigenlijk met alles bekend en ondanks dat koos hij toch voor het spirituele. En Prabhupada is dan ook eigenlijk de oprichter, moet ik zeggen, voor de beweging zoals wij dat hier in het Westen kennen. ISKCON. En dan denk je nou, ISKCON, misschien is dat wel een Indiaans woord, maar dat is het dus niet. Het is een afkorting. En het staat voor de International Society of Krishna Consciousness. Nou, en dat ze samengenomen de hoofdletters van elke woord vormt ISKCON. Heel vaak denken mensen als je het woord ISKCON zegt dat het hetzelfde is als een typisch Indiaans woord zoals Namaste. Maar dat is geen Indiaans woord, dat is gewoon een samenstelling van een aantal letters. Srila Prabhupada is de oprichter Acharya. En Acharya, dat is een woord, dat zou je kunnen verklaren met iemand die ons voorgaat in voorbeeldgedrag, van acharen, betekent gedrag. En daarom is het woord acharya ervan afgeleid. Dus iemand die op perfecte wijze zeg maar, ons het voorbeeld uitdraagt van hoe je dan in het leven zou moeten zijn om Krishna te kunnen dienen. Dus hoe je Krishna eigenlijk centraal in het leven kunt blijven staan. Prabhupada is. Heeft in 1966 in New York, de Verenigde Staten van Amerika, ISKCON opgericht. En dan zou je denken, van waarom richt je dat in Amerika op? Waarom niet gewoon in India? Er zijn zoveel andere stromingen en die richten dat gewoon in India op. En gaan dan uiteindelijk de wereld in. En Prabhupada heeft daarvoor gekozen omdat Amerika destijds en nu nog steeds eigenlijk het centrum van de wereld vormt. Alles wat we tegenwoordig aan ontwikkelingen doormaken, op wat voor gebied dan ook, dat komt vaak toch uit Amerika overwaaien naar het Westen hier in Europa. Dus Prabhupada dacht van nou, een land dat zo integrerend is, dat zoveel indruk maakt op alle landen en alle bevolkingen op de wereld en bevolkingsgroepen. dan kan ik liever kiezen voor Amerika. En hij heeft uiteindelijk, is hij vertrokken naar Amerika met nou, misschien 6 of 7 routes of zo. Maar heel veel verzoeken heeft een dame die een schip had voor haar maatschappij, een exportmaatschappij, heeft toestemming gegeven aan Prabhupada om daarop mee te reizen naar Amerika. En hij had daar iemand in kennis die hem dan zou ophalen. Nou, uiteindelijk komt Prabhupada in Amerika aan. En via allerlei wegen komt hij daar uiteindelijk op uit om ISKCON op te richten, en dat doet hij dan ook. En van daaruit begint uiteindelijk de weg van de kennis en dus de filosofie naar iedereen. Dus ook naar Europa, naar Latijns-Amerika, naar Afrika en zelfs in Azië en zelfs in India. Srila Prabhupada heeft daarmee een eigenhandige wereldwijde gemeenschap opgezet voor het ontwikkelen en verspreiden van liefde. Slechts alleen voor God, dus voor Krishna, die gebaseerd zijn op al reeds bestaande grondvesten van het Vaishnavisme uit India, die al meer dan 5000 jaar oud zijn. De geschriften die wij hier, nou, je ziet ze daar in de kast staan, die zijn al meer dan 5000 jaar oud. En die worden door verschillende scholingen van het Hindoeïsme ook gebruikt. Alleen de uitleg is vaak, staat haaks op de Vaishnava filosofie.
heel vreemd dat, dat je toch eenzelfde tekst op zoveel verschillende manieren kan uitleggen en daardoor heel veel stromingen kunnen ontstaan. En dan kom je eigenlijk bij het centrale gedeelte van deze beweging die Srila Prabhupada is opgezet. En dat is de vraag, als je daarop begint over Krishna, dan wordt je afgelegd de vraag, nou, wie is Krishna dan? Nou, Krishna is de allerhoogste persoonlijkheid Gods, schepper, heer en meester van iedereen, alles. En, nou ja, en eigenlijk alles wat bestaat, hè, daar gaat hij over. En dan wordt vaak de vraag gesteld, maar hoe weet je dan dat Krishna God is? De geschriften zijn als het ware een toestemming. Dus als je de Veda's neemt, de Veda betekent kennis, er is kennis ingegeven door God zelf, van ik ben die en die, ja, en zo zit het in elkaar. En met die gegevens kun je dus eigenlijk toetsen dat Krishna gewoon God is. En de geschriften die spreken eigenlijk ook om het, de naam, in de Veda komt Krishna ook voor, hè? De naam, de benaming van God als Krishna, komt ook gewoon duidelijk naar voren. De Veda geeft ook de kennis dat Krishna zelf neerdaalt. Om de zoveel tijd daalt hij neer om eigenlijk weer orde op zaken te stellen. We hebben hier nu alles, Verenigde Naties, wil van alles en nog wat, maar als je dan ziet dat er weer eigenlijk alles uit balans begint te gaan, is het niet meer uiteindelijk in de hand van de mens om te zeggen, oké, okay, we gaan orde op zaken stellen. En dan zijn ze zeg maar ook hier in Europa bezig om dingen op orde te brengen. Nou, dan gebeurt er weer iets in Afrika, gaan ze daar naartoe om dat weer allemaal te regelen, gebeurt er weer iets in Azië. En Krishna heeft dat niet. Op het moment dat hij hier op aarde verschijnt, begint eigenlijk alles alweer terug in balans te komen. En alles wat overgebleven is op de oorzaken waardoor dingen dan zeg maar uit balans raken, is dan de taak van Krishna om dat eigenlijk van de wereld weer weg te nemen. De religie weer eigenlijk te doen stichten zoals het bedoeld was. En dan vertrekt Krishna weer naar zijn eigen eeuwige verblijfplaats in Golokvrindavan aan. Het vind ik mooi dat het altaar eigenlijk neergezet is, zit helemaal in de top zit, in een soort van lotus. En dan is eigenlijk Golokvrindavan en als je die Radha en Krishna die daar dan huizen. En Golokvrindavan heeft ook de vorm van een lotus. En dat is dan eigenlijk, ja, je kijkt ernaar en je herkent het eigenlijk. En dat is denk ik de opzet die ze op het altaar hebben ingericht. Krishna is natuurlijk de Heer en Meester, maar ook vooral beschermer van alles wat hier op de wereld leeft en bestaat. Je ziet ook in zijn spel in het vermaak dat hij hier neerdaalt en uiteindelijk alles in bescherming neemt. Dus het gaat niet alleen maar om de mensheid of om de kennis die de mensen moeten hebben, maar het gaat eigenlijk om dieren, om planten, om bomen. Hier alles tot aan de insecten toe. Zie je dat Krishna eigenlijk in bescherming neemt. Want we hebben het heel vaak over dat je het altijd cool is staan. Nou prima, de lievelingsdier van Krishna. Maar hij houdt van alles. Krishna heeft een eigen kat gehad, een aap gehad. Krishna heeft zelfs een ezeltje gehad. Dus Krishna houdt eigenlijk van alles wel wat waar hij van ontzettend hield. En dat zie je dan ook altijd in de tempelversieringen terugkomen. Fruit, vruchten, bomen, alles wat met de natuur te maken had, daar hield hij van. Tot slangen aan toe, insecten, het maakt er maar niet uit. Want alles wat leeft en beweegt en niet beweegt, want je hebt ook levensvormen die niet bewegen, zoals bomen, die staan op één plek stil. Alles ondervindt de liefde van Krishna. Niet alleen als het hier is, ook in zijn afwezigheid. Wat is zijn afwezigheid? Vraag het er maar af. Dat is er eigenlijk niet. Dat is voor het menselijke oog afwezig. Want omdat we hem niet zien. En dan komen we eigenlijk eraan toe om te vertellen aan de mensen als we praten. Krishna is ook de spreker van de Bhagavad Gita. Ik hou ervan om altijd de woorden uit te leggen die ik gebruik. Bhagavad betekent Bhagwan, hij die God is. En Gita betekent het woord van God of het lied van God. En God spreekt dan direct tot de mensheid. En dat doet hij door in gesprek te gaan, dialoog te voeren met Arjuna. Arjuna is een hele goede vriend van Krishna, waarmee hij uiteindelijk de geheime kennis eigenlijk het beeld. En dat doet hij omdat hij weet dat uiteindelijk de tijd zal verslechteren. En dat de kennis anders verloren gaat. Dat mensen hebben koningen en mensen die regeren op de wereld. Vroeger was de Gita eigenlijk bedoeld voor koningen, de kennis. En het was dan ook een soort van koningskennis. Maar tegelijkertijd een beetje geheim voor alle mensen die leefden. En de koning, dat was zeg maar een soort van plaatsvervangend iemand op deze wereld. Die het altijd het goede met de mensen voor had. Ja, en dat begon natuurlijk uiteindelijk na intreden van de Kaliyuga. Ja, dat is de tijd waarin we nu in leven. Door zijn slechte invloeden zouden die gaan afnemen. Daarom heeft hij uiteindelijk deze kennis uitgesproken naar Arjuna.
En Arjun die staat daar eigenlijk in het slagveld zeg maar, met Krishna te praten. En Arjun vertegenwoordigt de Jiva Atma en dat zijn wij de zielen. En hij stelt allerlei vragen en dat heeft hij ook eigenlijk gedaan als je het goed bekijkt namens ons. Hele slimme vragen trouwens, dan vraag je ook af hoe kan er nog zulke vragen terechtkomen. Er wordt ook gezegd van Arjun is misschien een deelaspect of een deelavatar van Krishna. Dat het een soort van samengaan is van Krishna. Aan de ene kant zit hij als God en aan de andere kant als de personen die hij op deze wereld neergezet heeft. Arjuna is ook een incarnatie van Indra. Nou ja, en als je Indra weer terug herleidt, dan kom je uiteindelijk, het is net een rekensommetje, uiteindelijk kom je altijd weer bij Krishna uit. Hij is de bron van alles, dus hij is ook de oorzaak van alles. Dus hij is uiteindelijk ook degene zeg maar, die de vragen doorgeeft, ingeeft, die Arjuna stelt. Het mooie ervan is dat Gods bewustzijn, Krishna bewustzijn, pas begint als je zeg maar, de woorden accepteert van sadhu shastra en bhagwan. Sadhu zijn zeg maar, mensen die heel op een heel hoog niveau spiritualiteit zeg maar, praktiseren. Shastra zijn de geschriften en bhagwan staat voor God. Dus als je uiteindelijk inlaat zeg maar, met spiritualiteit en je hebt volledige overgave en je neemt het aan zoals de dingen zijn, je accepteert dat, dan begint eigenlijk het spirituele leven. En sadhu staat ook voor zuivere toegewijde, dus uiteindelijk als je de woorden accepteert van een zuivere toegewijde, een zuivertje te alleen maar, en kun je steeds dichter bij Krishna terechtkomen. Je ziet ook op het altaar een Guru Parampara staan, en dat is zeg maar de scholing en de leermeesters die we dan hebben. En uiteindelijk zie je dat het vanuit mijn Guru Maharaj, het is de eerste foto, gaat het met Prabhupada en Prabhupada weer gelinkt aan zijn Guru. En zo gaat het steeds verder en uiteindelijk kom je toch weer bij Krishna terecht. Dus alles wat we dan doen is verbonden en gelinkt met Krishna. En daardoor stel je Krishna zeg maar, het leven centraal. En dan krijg je al heel vaak van de mensen als je je verhaal aan het vertellen bent te horen. Maar wat is dan ISKCON? Waar staat het eigenlijk voor? En wat doet het eigenlijk? ISKCON komt voort uit de Vaishnava-gemeenschap of de scholing die de Gaudiya Vaishnava Sampradaya heet. De Brahma Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Het is een van de vierde Vaishnava-scholingen, de Sampradaya die door Chaitanya Mahaprabhu zijn erkend. En Chaitanya Mahaprabhu. Nou, het is zeg maar een reïncarnatie 500 jaar geleden van Krishna met Radharani in één belichaming. Chaitanya Mahaprabhu is eigenlijk Krishna met het hart van Radharani. Radharani is een van de grootste toegewijders die Krishna had over 5000 jaar geleden. Er is niemand die het op hogere vorm Krishna kan dienen. En omdat Krishna eigenlijk wilde ervaren wat Radharani ervoor. En hij het woord wat hij in de Gita heeft uitgesproken wilde laten zien van hoe je dat zou moeten praktiseren. Is hij eigenlijk 500 jaar geleden in West-Bengaal als Chaitanya Mahaprabhu verschenen. En dan het woord ISKCON. Het is een van de vier scholingen die uiteindelijk naar het westen is getrokken. En middels de Srila Prabhupada. Het heeft eigenlijk over de hele wereld verspreid. ISKCON staat eigenlijk beter bekend onder de naam de Hare Krishna's. Maar dat is een beetje in de volksmond. Je geeft het al gauw een naam met wat je ziet of wat je hoort. En omdat we vaak de mahamantra chanten en het begint met Hare Krishna, is dat eigenlijk heel makkelijk voor mensen. Om dan te zeggen van, oh ja, zijn er van die mensen die Hare Krishna's? Maar eigenlijk is de benaming, dat de mensen die het aanhangen, het is het Vaishnavisme, en de mensen die het aanhangen zijn Vaishnava's. En we horen tot ISKCON. En ja, nu al noem je ons Hare Krishna, dan is het alleen maar, denk ik, doel behaald. Want het doel van onze stroming is ook om iedereen eigenlijk de naam van de Heer te laten reciteren. Of dat nou bewust is of onbewust, of zelfs op een spottende manier. Als mensen zeggen op een lachende manier, oh dat zijn die Hare Krishna's, of ze maken je een beetje belachelijk, dan hebben we toch nog ons doel bereikt. Want het mooie ervan is dat je dan Yamaha zegt, of je vraagt dan,
wie is nou eigenlijk aan toegewijde Chantjokeri Amaha-Prabhupada? Iemand die één keer de naam prachant. Dus al is het iemand die tijdens een harinaam, al is het op een spotdrijvende manier, de Mahamantra toch naast zegt, dan heb je toch het doel bereikt. Want je hebt iemand Krishna's naam laten chanten. En dat is eigenlijk de opzet, om iedereen in contact met Krishna te brengen, om de relatie die eigenlijk verloren is gegaan, om die eigenlijk te herstellen. En dat is bhakti yoga. Bhakti yoga betekent, bhakti is toewijding, en yoga betekent verbinding. En daar gaat een heel hoofdstuk in het Bhagavad Gita over, en het is hoofdstuk 12, dat heet het bhakti yoga. Waarin Krishna heel duidelijk uiteenzet van hoe die verbinding uiteindelijk tot stand komt. En het mooie ervan is dat als die verbinding tot stand is gekomen, spreekt hij alleen maar over van, dat zijn personen waar ik van hou. Dat zijn personen waar ik om geef. Dat zijn personen waar ik van hou. Ik bedoel, hoe bijzonder kan het zijn dat God iedere keer de uitspraak doet dat hij zoveel om mensen geeft. En hij staat als zijn vader eigenlijk iedere dag weer op de uitkijk om te kijken van of zijn kinderen weer terugkeer maken. We hebben miljoenen levens gehad, zoals we dat als we het Bhagavad Gita volgen. En daarom is Srila Prabhupada naar het beste gekomen. Om ons eigenlijk duidelijk te maken dat we dan het ene leven dan ook toch aan Krishna mogen geven. Of eigenlijk zouden moeten geven als we die terugkeer zouden willen maken naar Krishna's huis. En dus de vicieuze cirkel van geboorte en dood zouden willen verbreken. Prabhupada stelde uiteindelijk doelstellingen op, 7 doelstellingen voor ISKCON. De eerste is het stelselmatig overdragen van geestelijke kennis onder alle lagen van de bevolking en het onderrichten van alle mensen in de technieken van het geestelijk leven met als doel aantasting van de levenswaarden tegen te gaan om tot werkelijke eenheid en vrede in de wereld te komen. Het beste kun je dat uitleggen. Je ziet als je de televisie aan hebt staan of als je op straat loopt, zie je dat er heel veel donaties worden gevraagd voor hele goede doelen. Nou, prima. Maar als het gaat om echt mensen te helpen die in armoede leven, die honger lijden of die hulp nodig hebben, of wachte omstandigheden dan ook, dan zegt Prabhupada altijd, nou ja, weet je, het is beter om die mensen kennis te geven van hoe ze in het leven moeten staan. Je kan ze geld geven, met dat geld wordt ook medicijnen gebruikt of eten. Uiteindelijk raakt het op. En dan is die hulp eigenlijk ook van, als je ze eigenlijk voorziet van ware kennis, en ze pakken die kennis op, dan is dat eigenlijk voor de rest van het leven. Dan weten ze ook van hoe ze in bepaalde situaties zouden moeten handelen, hoe ze voor zichzelf bijvoorbeeld moeten opkomen, hoe ze in het leven dienen te staan tegen. Hè, dus er ontstaat een soort van kopingsmechanisme in het leven dat je bestand raakt tegen allerlei situaties, waardoor je bijvoorbeeld, het heel moeilijk zou kunnen krijgen in het leven. Het tweede punt wat Prabhupada opstelde was het uitdragen van het Krishna-bewustzijn zoals dat uiteengezet wordt in het Bhagavad Gita en het Srimad Bhagavatam. En dat heeft hij eigenlijk opgezet om de volgende redenen. We weten allemaal dat je een boek kunt gebruiken en je kunt het misbruiken. En je ziet in India ook dat de Bhagavad Gita wordt gebruikt door heel veel andere stromen. Maar die boeken worden vaak naar eigen hand gezet. De teksten zijn hetzelfde, maar de uitleg wordt totaal anders gegeven. En de uitleg wordt vaak zo gegeven dat als de spreker zit om het te vertellen, dat de mensen ook horen wat ze willen horen. En dat maakt vaak ook dat die stromingen uiteindelijk heel hoog in het vaandel aanstaan bij mensen. Omdat de mensen dan toch uiteindelijk horen wat ze willen horen. Wat Prabhupada zegt, het gaat er niet om van wat jij wilt horen, het gaat er om van wat er gehoord dient te worden. Dus wat, zoals de geschriften echt iets vertellen, zo zou je het gewoon moeten brengen zonder onze invloeden te doen, zonder dat wij uiteindelijk dingen verbuigen of verdraaien. Dus je moet het brengen zoals het is. Dat is heel belangrijk, want ook als je een lezing geeft, dan moet je gebruik maken van de geschriften. Dus uiteindelijk bij alle lezingen moet je te vertellen van wat de bron is. Je doet altijd aan bron nodig, maar goh, ik heb een paar boeken gebruikt, ik heb die teksten erbij gehaald, of ik heb dat boek gebruikt, of dat boek gebruikt. Dus als mensen bijvoorbeeld dingen willen naslaan, of ze willen op onderzoek uitgaan nadat ze iets gehoord hebben, dat ze dan wel ongeveer weten in welke contrijs ze zich moeten begeven om op antwoord te kunnen komen. Prabhupada zegt ook, het is heel belangrijk om zelf een studie te doen. Dus het is niet alleen maar van, ik ga, ik zang, prima. Maar daarmee is de kous nog niet af. Verdiep je in de kennis in de filosofie. Dus dat betekent dat je het zelf dient te lezen. Is het moeilijk? Dan vraag je bijvoorbeeld aan
wat gevorderde toegewijde begeleiding. Hè, ga in groepsverband wezen. Het Dalai Lama draagt ook uit dat Sankirtan, dat betekent het gezamenlijk bezinnen van de Heer zijn naam, is enorm belangrijk. Want je vindt bijvoorbeeld in een stad als Opstal, in je eentje zeg maar, met Krishna bewustzijn bezig zijn, maar uiteindelijk ebt het heel langzaam weg. Vanwege omstandigheden, vanwege alle vibraties die er om je heen zijn, en Maya natuurlijk, hè, dat is de illusie die ook om je heen hangt, dan ebt het allemaal weg. En het is daarom belangrijk om bij elkaar te komen en met elkaar dan zeg maar tot verdieping te gaan, tot bezinning te gaan, maar vooral het reciteren van Krishna's naam, waardoor je uiteindelijk elkaar weer helemaal oplaadt met energie. En weer naar huis kunt gaan en de rest van de week eigenlijk weer tegen de dingen of met de dingen weer verder kan waar je mee bezig bent. Je werk, je studie, als je huisvrouw bent, de energie hebt om gewoon alles gewoon daadkrachtig te kunnen doen, je kinderen op te kunnen voeden, je echtgenoot bij te kunnen staan, of als je huisman bent, je echtgenoot bij te kunnen staan. Dus dat je ook de dingen gewoon nakomt waarvoor je in het leven zeg maar gekozen hebt. Het verschil tussen de Bhagavad Gita en de Srimad Bhagavatam is ook duidelijk. Want heel vaak denken de mensen van, Bhagavad Gita, oké, er wordt vaak gevraagd, is dat hetzelfde als de Koran of de Bijbel? Eigenlijk niet, want als je de Bijbel aanhoudt, dan kun je de Bijbel zeg maar samentrekken met de Srimad Bhagavatam. De Bijbel is eigenlijk Gods woord, maar tevens ook gelijk van wat toegewijd is met God ervaren en meemaken. Dat is de Srimad Bhagavatam ook. En de Bhagavad Gita is eigenlijk rechtstreeks het woord van God. En daar zie je echt gewoon vraag en antwoord, vraag en antwoord, vraag en antwoord. En er komen verder geen verhalen bij om het nog duidelijker te maken. Of het geeft niet echt gelijk uitleg. Vooral Srimad Bhagavatam is, zeg maar, dat het gesproken woord van God, dat ervaren ertoe gewerkt is, daar gebeurt iets mee. En je ziet God ingrijpen, God ondersteunen, etc. Dus dat is bijna hetzelfde als de Bijbel. Het derde punt wat Prabhupada opstelde is het samenbrengen van de leden van de gemeenschap om hen dichter bij Krishna, het opperwezen, te brengen, waardoor we zowel bij de toegewijden als bij de rest van de mensheid het bewustzijn wordt ontwikkeld dat elke ziel een volkomen deeltje van God of van Krishna is. Ik denk dat het in deze tijd ontzettend nodig is, want heel vaak heb je mensen die dan zeggen van ja, ik voel me zo verloren, ik voel me zo alleen, het leven heeft geen doel. Ouderen waarvan de kinderen uit huis zijn, die hebben een lege nest syndroom en symptomen. Ouderen in bejaardenhuizen waar je naartoe gaat, die zitten echt voor, toch niet achter de geranium, maar ze zitten vaak in een dagverblijf, en staren voor zich uit. Maar ik ben zelf verpleegkundig, ik heb in het ziekenhuis gewerkt als op andere velden. En dan vraag je dan eens ouder van, waar bent u stil? Wat is de reden dat u zo stil bent? Ja, dan denken ze eigenlijk aan goede, betere tijden eigenlijk. Maar ook dat ze eigenlijk zoiets hebben van waarom ben ik er nog? Wat heeft het nog voor zin om niet meer te zijn? En dan ga je doorvragen, van goh, hoe heeft u dan in het leven gestaan? Practiceert u een bepaald geloof, religie? Nou, de meeste mensen doen het nog. En er zijn ook een heleboel mensen die dan zeggen van nou weet je, het is in de loop der jaren is het gewoon ja. Is het gewoon van me afgegaan en doe ik er eigenlijk niets mee? Ik heb er ook niets meer mee, want ik heb in de oorlog zoveel meegemaakt. En dan vraag ik me af, wat is het doel om in God te geloven? En, nou ja, al dat, en daar kan ik gewoon iets mee. Want dan luister je, ik doe een luisterend oor. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat er in deze tijd zoveel mensen zijn die op zoek zijn. En dan vooral ook naar zichzelf. Ja, bijvoorbeeld, als ik naar jongeren kijk. Die dan heel goed gestudeerd en een goede baan hebben, huisje, woon, te deze. En toch is dit een bepaalde gemis. Er is iets wat ze altijd het idee geeft van ja, het is nog niet helemaal perfect. Er moet toch nog iets. En dan zie je uiteindelijk van, op het moment dat ze in contact komen, en het maakt niet uit hoor, of het nou ISKCON is, dus Krishna bewustzijn, of dat ze met een bepaalde kerkelijke stroming in contact komen, dat maakt niet uit. Maar als ze in contact komen met God, dan zie je dat ze het gevoel krijgen van oké, nu is het allemaal volledig. En nu heb ik eigenlijk alles. En zolang dat er niet is, dan zie je dat ze eigenlijk altijd een soort van onrust in zich hebben, hoe subtiel ook, maar het is er. Je merkt het tijdens gesprekken, ook die in het ziekenhuis voelt, met jongere mensen die opgenomen worden voor bepaalde dingen. Ja, dat ze eigenlijk wel happy zijn met hun leven, en het gaat ze zo goed, maar er is altijd een maar. En dat ze dan toch zoiets van ja. Maar ik zat eraan te denken van misschien ga ik dat doen en dat doen. En het is vaak een studie
of ze gaan een switch maken in hun carrière. En het mooie ervan is dat me dat toen doet herinneren aan het verhaal van het jaarsleerling. Die had uiteindelijk alles op het schrift gesteld, alles geboekstaafd, alle geschriften. En uiteindelijk was hij nog ontevreden. Hij had zoiets van, nee, dit is het ook niet. Hij had alles op papier laten zetten. En nog, hij las het en hij dacht, ja, nou ja, dit is het niet. En toen verscheen na het Mooi, en het is eigenlijk een van de hoge Azarius, ontzettend ontwikkeld. Iemand die toegang heeft zelfs tot de goddelijke wereld waar hij dus naar komen. En die verschenen die zegt, wat is er dan? Wat is er waardoor je het gevoel hebt van dat het allemaal nog niet af is? Toen zei hij van, nou, ik weet het niet, maar ik heb iedere keer het gevoel van dat dit het niet is. En net dat stukje ervaren wij ook in het leven. Het is het net niet. Voor een tijdje denk je van, en als ik het nog duidelijker moet stellen, is dat je denkt van, nou, als ik die auto heb, dan heb ik echt alles. Dan haal je die auto, je koopt het, je spaart het, je hebt die auto, en dan denk je, na een tijdje, was dit het? En dan stel je weer je grenzen bij. Van, als ik dat of dat heb, dan heb ik het allemaal. Dan weet ik zeker dat ik dan helemaal happy ben, dan heb ik alles voor elkaar. En dan heb je datgene wat je voor ogen had en na een tijdje denk je, oh, was dit het? Dus een mens raakt nooit verzadigd. En dat kan op alle vlakken zijn. En het raakt pas verzadigd als hij op het spirituele vlak in contact met God komt. Het mooie ervan is dat in de geschriften wordt het heel netjes beschreven. Het lichaam is net als een banyanboom en er zitten twee vogels in. Die ene vogel, dat is de Paramatma, dat is eigenlijk Krishna, en die zit gewoon te kijken. En het andere is de Atma, dat is de ziel. En die zit de vruchten van zijn karma eigenlijk te plukken en te eten. En is daar zo druk mee bezig. De ene doelstelling na de andere. En vervolgens, dan kruisen ze elkaar qua blikken. En dan zit die ene vogel, dat is de ziel, en die kijkt naar Paramatma. En het moment dat die ogen elkaar raken, daar begint bhakti bij. Daar begint eigenlijk het ontspruiten voor liefde voor God, het dienen van God, overgaan hebben voor God. En dat is eigenlijk waar we naartoe moeten gaan. En dat is waar eigenlijk ISKCON bij helpt. Om weer in contact te komen, ook contact te kunnen maken met Krishna in het hart. En dat je daardoor die voldoening wel krijgt. En dat je daardoor vallen, als je die voldoening ervaart, dan doen dingen er niet meer toe. Dan doet het er niet toe of je een hele dure wagen hebt die je van A naar B brengt. Of dat het een gammel ding is, als het maar je van A naar B brengt. Het doet er niet toe of je een woonkamer als deze, als tempelkamer hebt ingericht. Of dat je daar een dure bank en een hele dure kast hebt. Dat alles maar een beetje bling bling is. En dat merk je ook aan mensen die inlaten met toewijding naar Krishna en met God. Dat is het mooie en dat is eigenlijk wat je naar Prabhupada heeft gebracht naar het Westen. Maar niet alleen naar het Westen, ook in India. En wij worden soms net zo vreemd in India aangekeken als we er zo bij lopen, als in het Westen en soms nog vreemder. Hier, dat is mijn ervaring, laten mensen je in de waarde. Ze kijken even naar je en denken ze oké. En dan voor de rest maken ze hun krant, hun boek en ze gaan lezen. Maar in India is het een beetje traditie. Cultureel, ik weet het niet wat het is, maar ze blijven je aanstaren. Op het moment dat jij gaat kijken, draaien ze zich om. Op het moment dat jij je ogen weer van ze weghaalt, dan staren ze weer bij je. Maar hier heeft men de lef om te vragen van, goh, waar komt die eigenlijk vandaan? Wat leuk. En, men probeert in gesprek te komen. Men probeert kennis op te doen van, oké, het is een buurman of een buurvrouw. En je ziet regelmatig zo erbij, of ik hoor wat, door de muur heen, één keer in de week of wat. Dus die vragen het. Dat heb ik liever. Dat mensen dan de hele tijd naar je staren, maar niet het lef hebben om je te vragen wie ben je nou en waar kom je vandaan. Dus dat is eigenlijk wel het verschil. Wat Prabhupada dan ook heel duidelijk heeft gezegd is van the Westerners, they have the right attitude, but not the philosophy. And the Indians, they have the philosophy, but not the right attitude. Nou, dat is zo waar, want je ervaart dat ook. Als ik op de luchthavens in deze kleding loop, nou, dan word je altijd heel vriendelijk benaderd. Je wordt zelfs eerder geholpen. Tot in een toestel toe komen mensen vragen van, wie bent u nou, waar gaat u naartoe, wat leuk, en kan ik er ook een keer komen? En je wisselt soms e-mailadressen uit. En dan kom je in India aan. En nou, waar dit nu bekend is, valt het reuze mee.
Maar waar het nog niet bekend is en er komt eraan, zitten mensen niet te kijken met of het van Mars komt. En terwijl het eigenlijk iets is wat van hun cultuur is, maar ze zijn er zo van vervreemd, omdat ze zo achter de Westen aanhangen, dat ze dan echt denken van, oh, nou, die zal zeker niet geschoold zijn, weinig intellect, hè, en dat doet maar. Totdat ze in gesprek gaan en je begint over hele heavy topics te praten uit de geschriften. En ja, dan stuiteren ze en dan denken ze, oh, dat had ik er niet achter gezet. Copart leert ons ook, en dat was ook heel mooi, is van less is more. Ja? Simple living, high thinking. En dat is ook wat we zeg maar uitdragen. En we zien er vaak heel simpel uit, maar wat er in dat bolletje zit is vaak heel hoog. En dat merk je ook als ik ben in 2008 in Suriname geweest. En mijn familie is zeg maar, ja, het zijn Hindoes. Maar op een hele andere manier, zelfde geschriften. Alleen, zij horen iets en ze denken dat dat het geloof is. Dus zelfstudie is er niet bij, tempelbezoeken horen er niet echt bij. Ze weten dat, nou ja, het geloof bestaat uit weten dat je Hindoe bent. Weten dat er bepaalde feestdagen bij horen, lichtjesfeest en boerderfeest. Maar daarmee houdt het ook al een beetje op. En je hebt wel gelukkig jongeren die zich wel ervoor interesseren, waar vegetariërs zijn, proberen achter de kennis aan te gaan. Maar er is jammer genoeg in Suriname niet heel veel waar ze die kennis zeg maar zouden kunnen opwijzen. Dus al die punten die Prabhupada opstelt, dat kan je zo uitgebreid in de maatschappij terugzien van waarom hij dat gedaan heeft. Oh ja, en het volgende punt dat zegt hij, Prabhupada zegt dan, het voorgaan in en aanmoedigen tot Sankirtan, het gemeenschappelijk chanten van de heilige namen van God zoals aanbevolen in het onderricht van Sri Chaitanya Mahaprabhu. Heel veel mensen denken van chanten die hebben, en dan kom je uiteindelijk in het stand, want dat is ook mijn ervaring, en dan komt er heel veel op je af in één keer. En dat moet je dan ook stapsgewijs dus, je eigen maken, want anders zie je de bomenpost niet meer. Maar dat is net natuurlijk ook het meeste begonnen met een rondje chanten, zeg maar, op de beats, op de Japamala. En dat is voornamelijk, dat is het allerbelangrijkste dat je Krishna's naam reciteert. Want daarmee, dat is eigenlijk de sleutel tot alles, tot het begrijpen van filosofie. Mensen zoals ik, die helemaal niet geïnteresseerd waren in lezen, dat ze dan uiteindelijk gaat lezen en een paar maanden later pas achterkomt dat je enorm aan het lezen bent. En dat het ook nog eens blijft beklijven wat je leest. Want ik was een lezer, als ik 6 bladzijden verder was, dan moest ik dat 4 weer terug. Omdat ik mezelf alweer kwijt was geraakt van waar ik was gebleven wat ik had gelezen. Dus ja, het is heel belangrijk om met elkaar te chanten en over toegewijders goed contact te houden en met elkaar het nodige te ondernemen. Het volgende punt is het vestigen van een heilige plaats, gewijd aan transcendentale stroom, vermaak van de allerhoogste godsgezoon Krishna, voor de leden en voor alle andere mensen. En dan gaat het erom van, nou ja, je kunt een namhak hebben, hè, zoals dit, dat is een soort van predikcentrum, maar je kunt ook tempels bouwen. Maar het is niet dat het, als het niet gaat, je moet altijd nou ja, naar plaatsheid en omstandigheden handelen. Ik zeg, nou, doe het maar uit. Als het niet gaat, nou ja, dan is dit toch ook perfect. Want de essentie is dat je met elkaar over Krishna spreekt. De essentie is dat je de maanmantra reciteert. De essentie is dat je prasadam nuttigt. De essentie is dat je je kan laten gaan als het hier toe is. En dat kan hier, maar dat kan ook in een tempelgebouw. En heb je geen tempelgebouw, maar dan zorg je dat er een omgeving wordt gecreëerd waar het wel kan. Het volgende punt is het samenbrengen van de leden ten einde een eenvoudiger en meer natuurlijke levenswijze te propageren. Dat je gewoon heel goed weet van waarom je iets eet. Dat je heel goed weet waarom jij je op een bepaalde manier kleedt. Ja, want heel veel mensen zeggen, ja, maar je kan toch ook weten zonder dat je deze stoffen om je heen gewikkeld hebt. En dan moet je ze gaan uitleggen van wat het doel is. Dat je bijvoorbeeld een hoodie draagt of een sari draagt. En dan ga je eigenlijk een stukje verder, een stap verder. En het is dat je een stukje kennis probeert aan te reiken van waaruit het eigenlijk vandaan komt dat wij op een bepaalde manier gekleed zijn. Deze kleur beschermt je eigenlijk, is een bescherming voor brahmacharis, mensen die zeg maar solidair leven, tegen Maya. En Maya is natuurlijk om ons heen overal te vinden. Dat je dus niet in de verleiding komt van het materiële, dat je niet in de verleiding komt van een vrouw, maar dat je de toewijding weet hoog weet te houden en weet te handhaven.
Deze kleur beschermt je eigenlijk dus tegen Maya. Het houdt Maya mee voor te staan op afstand. Waarom we zeg maar stoffen wikkelen in plaats van, we zullen het misschien ook gezien hebben als mensen aardjes doen op het altaar, dat ze dan geen kurtas aan hebben of alleen een kurti, maar dat ze dus altijd een sari aan hebben. Het worden ook zeg maar spirituele kleding genoemd, want het mag niet genaaid zijn. Want hoe je het ook wint of keert, hoe goed je het ook was, dan blijkt altijd wel vrouwen in de nade zitten. En daarom is het dus een regel van als je het altaar opgaat, dat je dan geen genaaide kleding aan hebt. En laten we dit dragen bijvoorbeeld in West-Bengaal, zoals geen sari-bloesem, maar dan wordt het zodanig gewikkeld dat er niks zichtbaar is. Maar dat ze toch nog hun aardjes en lichtceremonie kunnen volbrengen. In India is het de gewoonste zaak dat je dan een chadar wikkelt, dat er een foto is. Ja, op deze manier, zoals mijn Guru Maharaj dat heeft, maar dan zonder een kurta aan. En toch zegt mijn Guru Maharaj altijd naar plaats en tijd en omstandigheden kijken. Van als het hier aan het vriezen is en je hebt een dochter gehuis, ja, dan ga je natuurlijk niet daar alleen maar in een lapje stof staan. Ja, je moet eerst natuurlijk zorgen dat je er goed zelf bij zit, dat je het warm hebt, dat je je goed voelt. En dan pas kun je kwalitatief een lichtceremonie afgeven. Het uitgeven en verspreiden van tijdschriften, boeken en andere publicaties met als doel bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken. Nou ja, het zal dus zeker niet zijn gaan dat iedereen proberen het boek uit te geven of een ander boek waar in ieder geval over Krishna wordt gesproken en over Krishna bewustzijn. En dit zijn eigenlijk de zeven doelstellingen van Srila Prabhupada die heeft opgesteld bij de oprichting van ISKCON. Als u vragen heeft, dan kunt u dat ook gewoon tussendoor stellen. Het hoeft niet na de lezing te zijn. De interactie is altijd wel leuk. Ja. Dit is gewoon zo dat je op instabilitaire leefingen hebt eigenlijk. En kijk, vroeger droegen de Brahmacharis gewoon wit. En uiteindelijk heeft Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, die heeft het satraan ingevoerd. Vroeger droegen juist de Brahmacharis allemaal wit. En het was een teken van reinheid, van kuisheid. En kuisheid in de zin van heel erg goed geluid zijn. Dus nou eigenlijk geen oog hebben voor vrouwelijk schoon. En later is dat eigenlijk omgezet naar safraan. Dus iedereen die safraan is gaan dragen, die werd dan beschermd door Maya. En nu is het juist andersom, want nu zie je dat er heel veel Brahmacharis zijn. Op een gegeven moment zijn ze er niet meer. Ze zijn allemaal in wit lopen en zijn ze uiteindelijk getrouwd. Dus een soort van white wave gaande binnen het Brahmachari-land. Dus ja, de vraag is natuurlijk van ja, in hoezeer beschermt ik je? Het beschermt je voor een deel, maar een groot deel heb je zelf in handen. Bijvoorbeeld, je moet je grenzen kennen. In hoeverre kan je met de maatregelen spreken? In hoeverre laat je in met allerlei vragen? En het speelt zich over de hele wereld af. Het is niet alleen iets van hier of van India, maar overal eigenlijk. Een heel moeilijke topic is vaak uitleggen van wat bhakti is. Je kan het heel simpel vertellen, weer verbinding hebben met God of dienen van God, toegewijd zijn aan God, overgave hebben aan God. En toch is bhakti natuurlijk niet iets wat je zo even 1, 2, 3 begrijpt. Mensen gaan het vast begrijpen als ze het ook een stukje gaan praktiseren, met de nodige begeleiding erbij, dat je dan inzicht ontwikkelt van wat bhakti eigenlijk is. Bijvoorbeeld vertelde me, omdat er ook wel vragen werden gesteld van wat is nou prima eigenlijk, hè, dus wel liefde voor God. Daar gaan een heleboel boeken over en om het heel knop te kunnen vertellen is best wel moeilijk. Maar dat komt er eigenlijk op neer is dat alles om Krishna draait en dat je uiteindelijk het verschil niet meer kent tussen Krishna en alles wat anders is dan Krishna. Dat je overal Krishna inziet en je ervaart, je voelt, hè, het is hetzelfde. Je ziet, je hoort, Krishna is eigenlijk alom. En zoals het in de geschriften wordt gezegd, hij is allemaal vertegenwoordigd. Zo zal het ook zijn als je Krishna prima uiteindelijk wilt bereiken, dat er gewoon niks anders meer is dan Krishna. En je hele bewustzijn is helemaal, ik weet niet meer of je weet wat Rasgulla is. Dat is van die zoete balletjes en suikerwater. Zo'n balletje kan je zeg maar met een mesje openhalen en dan zie je dat alles doordringd is. Ook met het suikerwater. Er is geen spotje dat geen suikerwater heeft. En zo zou het Krishna bewustzijn, het menselijk bewustzijn, doordringd moeten raken met Krishna.
En dat is eigenlijk prim. Dat is zoals je het heel kort zou kunnen beschrijven. Krishna bewustzijn is nodig, zeg maar, om onze bhakti uiteindelijk te doen ontwaken. Het is er, het zit in iedereen en het sluimert eigenlijk een beetje rond. Je kunt het ook een beetje vergelijken met de levensenergie die wij ook kundalini noemen tijdens de yogalessen horen. Dat is de levensenergie in iemand die dan een chakra, zeg maar, of beweging houdt. Zo zit het godsbewustzijn ook, zeg maar, in de mens. Het sluimert een beetje rond, maar het kan pas zeg maar, geactiveerd worden als wij daar zelf even actie op nemen. Ik zit goed, ja. Ik zit nooit op een jasasen, maar ik heb nu last van mijn knieën. En mijn tafel is erg hoog, dus moet ook over mijn laptop heen moeten kijken. Ik denk, nou, ik ga voor dit keer dan wel weer opzitten. Ik ga even nu iets vertellen, een aantal dingen over. Over gebruiken. Maar voordat ik daar naartoe ga, wil ik aangeven dat als je met Bhakti bezig bent, dat er dan drie dingen heel belangrijk zijn. En dat is dat je geregeld iets doet. Want doordat je zeg maar regelmaat hebt, ontwikkel je uiteindelijk langzaam gehechtheid en uiteindelijk zuiverliefde, zeg maar, voor God. Dus dat is eigenlijk het proces waar we mee bezig zijn. Iedereen staat in het proces ergens anders. Dus het kan niet zo zijn dat ik dan denk van, hé, hey, waarom doe ik het zo? Waar zou het niet zo moeten? Kan, maar doordat iedereen in het proces echter elders staat, is het vaak heel moeilijk om één lijn te trekken. Er zijn regels en bepalingen en die zijn er natuurlijk om ons op weg te helpen. Maar kijk niet vooral van wat een ander doet en wat jij niet doet. Kijk vooral naar jezelf. Van, wat kan ik doen? Dat is ook wat ik geleerd heb, want toen ik zeg maar in ISKCON kwam, ging ik altijd proberen de kunst van anderen af te kijken. Maar die mensen die dat dan bijvoorbeeld doen, die staan al verder in het proces. En die hebben dat zeg maar verworven, hetgene wat ze doen. Ik noem maar op het doen van aarti, het koken voor Krishna. En zo zijn er zoveel activiteiten. En als je dan te veel zeg maar wil in één keer, dan kan dat zeg maar zorgen dat je ja, proces, dat je in je proces stil komt te staan. Dus mijn advies zou zijn van, kijk vooral van, oké, wie ben ik, waar sta ik, wat kan ik? En probeer gelang daarvan iets voor Krishna te doen. Dat is het beste. Het gaat om de intentie. Krishna kijkt naar de intentie. En in die intentie zit al liefde voor Krishna, waar we vaak niet bewust van zijn. Want dat beweegt ons tot die ene daad, tot die ene activiteit. En het gaat er niet om hoeveel je doet, het gaat erom wat je doet en of het kwaliteit is. Dus kwaliteit gaat voor kwantiteit. Dus dat heb ik dan geleerd, want hier liep ik echt achter mensen aan. En ik dacht, oh jee, ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik moet zus doen. En toen kwam ik in India. En toen zag ik dat mensen eigenlijk met Krishna bewustzijn bezig waren. Maar iedereen deed het op zijn manier, dacht ik. Maar dat was niet op zijn manier. Ze deden het volgens de regels van de vader. Maar ze deden het naar gelang hun eigen kunnen. Dat was heel mooi om te ontdekken van, ik kan iets doen, tot waar ik dat kan, tot waar ik kennis heb. Want Krishna zegt ook, alles wat je voor hem doet, daarvan moet je wel weten van wat het is, waarom je het doet. Want anders heeft het geen zin. En hier was ik echt alleen maar bezig van, oh, dat moet en dat moet en dat moet. Ik was eigenlijk meer de dingen aan het doen, omdat het gedaan moest worden. Maar eigenlijk wist ik niet waar ik mee bezig was. Dus daar zouden we ook eigenlijk voor moeten oppassen dat we wel de dingen doen. En dat we bewust zijn waarom we het eigenlijk. Want anders heeft het geen zin. Heel vaak komen er vragen, vooral van mensen die niet bekend zijn met beeldgedaante van Krishna. Artya Vigraha wordt het genoemd. Het beeldgedaante, waarom gebruik je beeldgedaante? Want heel veel mensen zien het als, ik moet in het Engels zeggen, idols. In het Nederlands zeggen ze van, ja, jullie gebruiken toch een beetje een soort van afgodbeelden op schilderijen. Nou, het is in ieder geval geen afgod, want het is niet iets wat op fantasie er is. Het is op instructie van de Heer zelf. En ik had een keer een gesprek met een moslimmeisje. Die was in de tempel geweest en dat ze voor een bepaald opdracht, voor haar opleiding, moest er interviewen. En toen gaf ze ook aan van, ja,
Het enige waar ik een beetje tegenaan loop, is, ik vind het verder prachtig en we hebben heel veel raakvlakken met elkaar. Alleen het enige dat zeg maar, wat ik dan moeilijk vind, is het beeldgedaante, zeg maar, dus de beelden die jullie gebruiken. Het is eigenlijk prima, ik zeg, heb je foto's van je familie of wat dan ook, dus ik keek aan met een rare vraag, een rare antwoord. Ik zeg, heb je foto's? En toen, nou ja, sprak de mapjes dit ook. Nou ja, dit is mijn moeder, mijn vader. Dat is mijn broer, dat staat ze allemaal aan te wijzen, ik keek er aan. Toen zei ik maar, dus dat is je moeder, en dat is je vader, en dat is je broer. Toen zei ze van ja. Ik zei maar, dat zijn ze dus niet, hè? En die keek ze aan. Ik zei maar, dat is een chemische reactie op een bepaald soort papier. Dus dat zijn niet je vader en moeder, en je broer en je zus. Maar jij gaat ervan uit dat dat wel zo is. Het was ze stil. En toen zei ik, precies zo is het van. Jullie hebben iets tegen die beeld gedaan, terwijl de instructie van God zelf mogen wij het zo vervaardigen. En 5 materialen kun je ervoor gebruiken. Maar daarmee zegt hij, via dat zal ik al jullie diensten aannemen. Alle liefde die je via de beeldgedaante mij geeft, zal ik accepteren. En vooral in de Koyuk, waar de mensen ontzettend veel moeite gaan hebben met concentratie, het intellect zelf, en ga zo maar door, is het heel moeilijk. Want als je je ogen sluit, ook al ga je in meditatie, op wat mediteer je dan? Ja, als ze ook stil zeggen, is het lucht? Is het een boom? Is het de zon? Ik zeg maar, dat is maar een deel van God en niet God zelf. Ja, daar kon ze geen antwoord op geven. Ik zeg, Mohammed de profeet, die is uit de Al-Aqsa-moskee uitgenodigd door God. Is het niet zo? Ja, zegt ze, dat staat ook in de Koran. Ik zeg, en toen hij terugkwam, toen nam hij de Kaaba-steen mee, als geschenk uit de hemel van God. Ik zeg, maar dat is ook een steen. Dus dat is ook een archeriek, hebben jullie hebben, alleen jullie hebben er één. Ik zeg, maar jullie doen ook parikram, hè, de omcirkeling eigenlijk, van dat ene wat als geschenk gegeven is. Ik zeg, jullie hebben het als geschenk, en wij hebben ze als instructie. Ja, en toen viel eigenlijk een beetje alles weg, want we hadden inderdaad. Ik zeg hem, je hebt het over afbeelding, maar een letter is ook een afbeelding. Ik zeg, als je goed kijkt, jouw Koran openslaat, dan zie je alleen maar het geschrift staan. Ik zeg, dat is een vorm van afbeelding. Dus als je het gebedsmatje leest, is er vaak een moskee op afgebeeld. Dus dat is ook een afbeelding. Ik zeg dus, waar hebben we het eigenlijk over? Ja, toen was ze eigenlijk helemaal stil, want je kan dan wel zeggen, ja, maar dat gaat te ver. En dan denk ik, ja, het gaat ook te ver. Om te zeggen van ja, je hebt er iets tegen, terwijl ik heel duidelijk uitleg dat Krishna de instructie geeft voor de beeldgedaante. Neemt jij mee in afbeelding? Ja, en weet u waarom dat is? Heeft u wel eens de boeken gelezen, de Nagamadi geschriften? Nou, dat zijn Ethiopische herders in Ethiopië. En die gingen dan s'nachts ook met de kudde weg. Die kwamen daar een aantal dagen terug omdat het heel moeilijk is zeg maar, om groen te vinden voor de beesten. En die trokken er lang op uit. En voordat ze dan terug waren, ja, moesten ze toch ergens verblijven. En s'nachts gingen ze dan in grotten verblijven. Maar toen kwamen ze uiteindelijk in grotten terecht die dan niet van natuur uit een grot waren, maar die door mensen waren uitgehouden. En het waren eigenlijk restanten van, ja, de eerste christelijke mensen eigenlijk. Die daar kerken hadden gemaakt. Vanuit, ja, in de grot is er nog helemaal hadden uitgehouden. En daar konden ze dan rollen in. Deze mensen konden niet lezen, dus die gebruikten dat ook heel mooi om het vuur aan te houden. En uiteindelijk hebben wetenschappers dat ontdekt. En die hebben het uitgerold en die zijn gaan kijken van wat zijn dat voor dingen die jullie veranderen. En zo kwamen ze er eigenlijk achter dat het eigenlijk zeg maar onderdelen van geschriften waren. Voor christelijke geschriften gingen over Jezus Christus. En dan zie je dat alles wat nog overgebleven is, is door de wetenschap in de slag genomen. Die hebben ze bestudeerd en dat hebben ze in boekvorm uitgebracht. Dat heet de Nagamadi geschriften. Dat is heel mooi en dan zie je dat erin staat, heel duidelijk. Van reeds heb ik me al verkondigd aan andere volkeren op de wereld en nu is het de buurt aan u. En dan ergens anders lees je weer dat God spreekt. Van andere volkeren zijn zo ontwikkeld dat ik bepaalde onderwerpen daar niet eens hoef te behandelen. En hier weer wel. En Prabhupada zegt, er zijn, alles heeft waarheid. Dus de strijd die we voeren van de mijne is waar en van jou niet, dat heeft Krishna echt niet nodig. En dat heeft iedereen alles gegeven, maar ook verschillende niveaus.
Krishna heeft het zodanig gespeeld dat hij laat geen enkel kind verloren gaan. Dus hij zorgt ervoor dat er voor elk kind iets is waardoor hij kan begrijpen om terugkeer te maken naar God. Dus het niveau dat verschilt, Gods bewustzijn heeft verschillende levels. Als bepaalde mensen niet in staat zijn om een Archa-Vigraha te vereren, omdat ze dat niet kunnen vatten, of het op een verkeerde manier gaan doen, dan zal Krishna dat ook niet zeggen van ga dat maar eens doen. En daarom spreekt hij tegen die groep mensen van geen afbeeldingen gebruiken, omdat zij niet weten hoe ze met een Archa-Vigraha moeten gaan. Precies. Ja, maar het heeft te maken met bewustzijnsverschillen, niveauverschillen in Gods bewustzijn. Kijk, en daarom zegt Prabhupada, als je deze kennis brengt, en mensen, ze hoeven niks van ons aan te leren, ze hoeven niet van geloof te veranderen. Maar Prabhupada's woorden, die zorgen er wel voor. Van ben je een christen, dan word je ook een betere christen. Ben je een moslim, word je nog een betere moslim. En ga zo maar door. Als je dat betere ervaart in jezelf, en je gaat er naar leven, dan vallen heel veel dingen voor elkaar weg. En dan zou je eigenlijk hand in hand met elkaar kunnen leven. En dat je dan tot besef komt dat we toch die ene God allemaal dienen. Hè? En alleen verschilt het qua bewustzijnsniveau. En daardoor uitkomen heel veel rituelen voor, tradities voor, waardoor we uit elkaar zijn gegroeid. En dat zegt Prabhupada. En dat was voor mij het moment dat ik dacht, dit is het, dit wil ik en iets anders. Want voordat ik ISKCON zeg maar binnen ben gegaan, ik gesprekken met rabbijnen gehad, dominees, priesters, imams, boeddhistische monniken. Maar nergens kon ik dat vinden wat ik hier vond. En dat was, er is één God en iedereen dient die maar naar eigen kunnen. En daarom zegt God ook tegen bepaalde groeperingen geen afbeelding. En tegen bepaalde groeperingen wel. En dat was het mooie, zeg maar. Dus ik heb haar heel duidelijk uitgelegd aan de hand van een foto, aan de hand van de Kaaba. Van jullie hebben een andere instructie, omdat jullie niveau, ik wil niet zeggen hoger of lager is, maar jullie hebben een ander besef van Gods bewustzijn dan wat wij hebben. En misschien past het bij ons wel en dan krijgen wij wel die instructies, dan past het bij jullie niet hè, in jullie gebruiken of wat dan ook. Of hadden jullie daar al een hele grote rommel van gemaakt, waardoor het makkelijker was om het in één keer weg te halen. Ja, en toen kwam ze eigenlijk wel tot rust. Zij zei, dat geeft me nou zoveel rust, van er valt gewoon heel veel weg. Waardoor we eigenlijk weer dichter bij elkaar komen. En zeggen, kijk, en dat is de bedoeling en de opzet van Prabhupada's werk. Het is niet om iedereen te zeggen, ga zo, want dit is niet de uiteindelijke doelstelling. De doelstelling is dat we daar, die richting op kunnen gaan, dat we contact weer oppakken die we verloren zijn. En dat is het mooie van als je Prabhupada's boeken leest en je leest zijn teksten en uitleg uit de geschriften. Dan kun je hele mooie gesprekken voeren met mensen zonder dat je ze hoe dan ook kringt. En wat al een verbod is eigenlijk in het Bhagavad-gita, dat heel duidelijk. Je mag nooit de gemoedsgesteldheid van iemand wie dan ook onderuit halen. Doe je dat? Dan wil ik ook niets met je te maken hebben. Want dan ben je niet met God bezig. God is niet meer. Hoe kun je liefdevol iemand onderuit halen? Dat gaat niet. Dat gaat niet samen. Dat is zo onlogisch. En wat is het ook? Want hoe kan ik heel lelijk zijn op een hele lieve manier? Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dat iemand heel lelijk kan doen, jouw totale grond in kan staan trappen, op een ontzettend rustige, vriendelijke en glimmende, lachende manier. Hè? Want dat roept heel veel andere gevoelens op. En een andere vraag is dat je altijd heel vaak krijgt, ja, jullie aanbidden goden. En ja, dat komt eigenlijk voort uit, het is natuurlijk een soort van rage, er komen heel veel dingen uit India, cultuur, eten, drinken, mensen. En alles wat uit India komt wordt hindoeïstisch genoemd, hè? Een hindoeïstische schildering, een hindoeïstische stroming. Dus alles wat eigenlijk uit India komt, krijgt al een stempel van hindoe. En de mensen die zeg maar India, de Engelsen die dan India bestudeerd hebben en die dat op papier hebben gezegd, die spreken over half de afgoden, de goden. Maar dat is het eigenlijk niet. Dat zijn eigenlijk in de Weddas wordt God eigenlijk als het ware onder de loep gelegd, onder een microscoop en er wordt dan helemaal gekeken wie God is, al de kwaliteiten, alle energieën. En uiteindelijk zijn die energieën die worden verdeeld weer in Ishvara. Ishvara staat voor een deelgod.
godheid eigenlijk. En die heeft een bepaalde taak toebedeeld gekregen. En dat is uiteindelijk zeg maar niet voldoende of niet goed genoeg vertaald naar het Westen toe. Waardoor mensen heel vaak denken dat wij met goden te maken hebben. In principe zijn dat energieën die een belichaming hebben, maar anders als dat die van ons. Wij worden misschien op gemiddeld 100 jaar en zij worden een paar duizend jaar. Zij kunnen heel veel dingen. Zij worden in het Sanskriet en in het Hindi devis en deeltas genoemd. Dat wil zeggen hij die je iets kan geven. Dus op het moment dat zij aan iets denken, is het er. Als zij aan iets denken, gebeurt het. En daardoor zijn het gevers eigenlijk. Het is een beetje te vergelijken met de engelen binnen het christendom. Je hebt de mensen, je hebt de engelen en dan heb je God. En zo heb je eigenlijk de devi en de deeltas. Dat zijn mensen die bescherming bieden, begeleiding bieden. Ervoor zorgen dat je uiteindelijk de kant en de richting van Krishna kunt opgaan, maar je kunt er ook voor kiezen om helemaal gebonden te raken met hem. En dat is eigenlijk wat we niet zouden moeten doen. En dat legt dan heel vaak ook weer uit. Krishna spreekt daar ook over in de Gita van wat een halfgod eigenlijk is en hoe je daarmee zou moeten omgaan. Waarom aanbidden jullie een plant? En dan hebben we het over Tulsi Maharani. En dan leg je mensen uit van, alles wat eigenlijk door Krishna wordt aangeraakt, wat Krishna dierbaar is, is ons ook dierbaar. En het gaat niet om alleen maar Tulsi Maharani. Eigenlijk alles wat je ziet wat groen is, is heel dierbaar voor Krishna. Alles wat leeft en wat beweegt of niet beweegt, alles, de hele planeet is eigenlijk heel dierbaar. Maar waarom zou Tulsi Maharani aanbeden worden? Tulsi Maharani is eigenlijk een hele grote toegewijde van Krishna in een niet-menselijke vorm, levensvorm. En het heeft de vorm van een plantje, zeg maar, toegewijde aanbidden deze. Grote toegewijde of aanbidden, ze geeft met heel veel respect in deze vorm. En in een geschrift staat vermeld, door haar respect te geven, maak je vooruitgang in je spiritueel leven. En dan leg ik de link naar het christendom. En dan kijk je, want Bhakti Devi wordt ze genoemd. Bhakti Devi betekent eigenlijk de gever van Bhakti. Dus devotie, verbinding tot God. En in de christelijke wereld heb je dan de Heilige Geest. Die heb je nodig om in verbinding te komen met God zelf. Je hebt de Zoon, de Heilige Geest en natuurlijk God zelf. In een Nagamadi geschrift, ik zat te lezen. En daar wordt heel duidelijk in gezegd dat de Heilige Geest vrouwelijk is, dat het om een vrouw gaat. En ik legde de link, ja, dat had die baby. Dat is ook eigenlijk de Heilige Geest, en zij is een vrouw. Dus dan zie je dat er door de geschiedenis heen, en door de tijd heen, zijn mensen zo uit elkaar gedreven, verschillende volkeren. En er is zoveel invloed van de tijd op het denken geweest, en de relatie die de mens met God heeft, dat er enorme verschillen zijn ontstaan. Dan ga je uiteindelijk terug naar zeg maar de basis, dan kom je er eigenlijk achter dat het eigenlijk allemaal hetzelfde draait. Ja? En ook bij ons is het dus dat wij eigenlijk heel veel respect geven aan de Heilige Geest, want alleen door de inwerking van de Heilige Geest kan de liefde zeg maar ontwaken voor Krishna. En daarom wordt Tulsi gerespecteerd. Ja, want er is er ook binnen Vaishnavisme een heel groot verschil tussen het vereren en respecteren. Vereren komt alleen Krishna toe, dus alleen God. En het respecteren komt al het andere toe. Want heel veel mensen denken, maar je geeft toch van hetzelfde lichtje aan, hetzelfde dier ook. En je doet het allemaal vereren in de Vedische traditie. Gebeurt ook op dezelfde manier als dat je God eigenlijk gaat vereren. Dus als je iemand zeg maar respect geeft, dat is zeg maar in India, als je 5000 jaar terug gaat, of een paar honderd jaar terug, als je zou komen, nou, dan stonden ze ook op een blad met een lichtje. En hier ook, en bloemetjes, en rijst. Er werd ook gesprenkeld op je hoofd. Je hoofd werd ook met tielet bekleed. En er werd ook aardje gegeven, dat is ook respect gegeven. Want je bent een deeltje van God. Ja, dus waarom zou je dan niet het licht laten zien? Waarom zou je daar niet de omgeving van zuiverder maken? Waarom zou je die niet vrolijk maken met een bloemetje? Ja, dus als je dan gaat kijken van hoe Prabhupada uiteindelijk de kennis hier brengt, door het te vertalen, dan zie je dat we eigenlijk dichter bij elkaar komen in plaats van dat we uit elkaar worden opgedreven. Waarom buigen jullie in jullie tempels? Dat wordt ook heel vaak
Want ja, men kent het van de islam natuurlijk, dat ze allemaal met hun hoofd naar boven of naar beneden liggen op de grond. Maar dat is bij ons in het Westerse is dat de hoogste manier om iemand eer te betuigen. Hè? En iemand een plek toe te kennen van dat je daar heel veel respect voor hebt. En dat doe je door het belangrijkste gedeelte, want hier zitten je hersenen, die bedienen eigenlijk het gehele lichaam. Breng je eigenlijk van de hoogste positie naar de laagste positie toe. En in de Weda staat geschreven dat de voeten eigenlijk de laagste positie hebben. Maar dan zie je dat we eigenlijk naar de voeten van de Heer, van de Guru, dat we ons hoofd daar neerleggen, omdat dat juist de hoogste positie voor ons heeft. En daar zit het stof, zeg maar. De lotusvoeten van de Heer heeft stofjes, waardoor we uiteindelijk ons intellect kunnen openen en hem kunnen ontvangen in ons hart. En een brandende vraag wat altijd naar voren komt van mensen die nog niet bekend zijn met het Krishna bewustzijn is waarom drinken jullie geen koffie, geen thee, geen alcohol? Nou, alcohol, thee, koffie en ja, het is allemaal een beetje een bedwelmende middel, zeg maar. Want als je naar kijkt wat er allemaal thee wordt gedaan tegenwoordig, wat er allemaal in koffie wordt gestopt. Ja, en alcohol, daar is het algemeen bekend van wat het met mensen doet. En dat zijn dus geen zuivere voedingsmiddelen, want die houden je uiteindelijk van Krishna vandaan. Hetzelfde is eigenlijk een beetje ook uien en knoflook, want als je mensen vertelt, ja, we eten ook geen uien en knoflook, en dan zijn ze helemaal verbaasd. Dan kreeg uit mijn familie de vraag, waarom eet je dat dan niet? Dat is toch vegetarisch? Ik zeg, nou, neem een pepertje, neem knoflook, maal het eens fijn met een beetje zout en probeer het te eten. Nou, dat deden ze, dus dat vond ik al heel leuk dat ze dat deden. En dan gingen we zitten en op een gegeven moment zag je dat het ging rood werd, begon te transpireren. En op een gegeven moment worden ze onrustig. Ik zeg nou, en dit is nou de stadium die je niet kan gebruiken als je zou willen mediteren op Krishna. Mm-hmm. Want je raakt zo bewilderd door de hitte die in je lichaam vrijkomt. En wat het met je doet. Het enige wat je denkt is water, water, water. Ook al zit het door je eten, maar je raakt het door van slag. Je hardkop inneemt toe. Dus het lichaam is niet, zeg maar, in een stadium dat je echt met Krishna bezig kunt zijn. Je moet ook helder van geest kunnen zijn om te concentreren op spirituele dingen. En dat lukt niet, zeg maar, als je thee gebruikt met cafeïne, koffie met cafeïne, of allerlei andere middelen waar cafeïne in zit. En dan moet ik heel eerlijk zijn, ik werk in het ziekenhuis. Ja, als je dan heel veel wachtdiensten hebt, gebruik ik wel eens een blikje energie aan. Want anders red ik het niet, dan loop ik tegen een deur aan en dan heb ik tegen een paal aan die op de afdeling staat. Ik ben geen nachtmens. En omdat je dan onregelmatig werkt en je hebt je toegewijde leven daarnaast, ja, gaat dat niet altijd hand in hand. En dan zeg ik ook, dus, nou, het spijt me heel erg, maar ik moet wel de nacht doorkomen. En dan ga ik heel vaak chanten en dan blijf ik op de afdeling rondlopen. Maar de natuur gaat zijn gang. Het lichaam weet gewoon van, het is nacht, die kan je niet voor de gek houden. En dat wordt dan heel moeilijk. En dan kan je allerlei dingen op de afdelingen gaan doen, dingen schoonmaken, dingen bijvullen. Maar je voelt dat je lichaam gewoon zwaarder wordt, terwijl je een heel verantwoordelijk beroep hebt. Want dan hoeft maar dit te gebeuren, of het kost iemands leven. Ja, en dan, maar daar ben ik heel eerlijk in, en dat heb ik ook naar mijn Guru Maharaj gezegd. Want we houden, zeg maar, een sadhana chart op. Dat is wat je op een dag allemaal doet. En van wat je hoeveel doet. En, zodat hij, zeg maar, een goed overzicht heeft van hoe het met je spiritueel leven gaat. En dat stuur je dan één keer in de maand naar hem op. En dan heb je ook nog contact met opmerkingen. En dan zeg ik dan ook wel eens bij van, nou, dat en dat genuttigd. Om die en die reden. Nou, dan reageerde die verder nooit op. En, een aantal jaren geleden toen zag ik hem op de toegang van, ik schrijf dat op, maar ik krijg nooit een reactie van je. En toen zei hij van, ik weet wat voor werk je doet. En dat heel veel moeite kost. Ja, je bent ook maar mens. Ik kan niet zeggen, goed zo. Maar het enige wat ik kan doen is verder niks zeggen. Want jij bepaalt je eigen grenzen. Dus aan de ene kant is hij het niet ermee eens. Want ja, dat is niet de regels en bepalingen van hoe het zou moeten doen. En aan de andere kant, ja, weet je van, het kan even niet anders. Maar waarom vraag je nou af? Waarom moet God van de duur niet maken?
God heeft het gemaakt en je kan het nuttigen, maar behalve met alle bijproducten die erin gestopt worden, zodat u zeg maar om de zoveel tijd trek erin krijgt. En dat is eigenlijk het doel. De fabrikanten wilden ervoor zorgen dat u dat nou, één keer drinken niet zegt van nou, over 6 maanden neem ik nog wel een kopje. He, want kijk, dan loopt een bedrijf natuurlijk niet. Dus ze stoppen er allerlei dingen in om het afhankelijk te maken, om het gevoel te geven van. En ja, en als u daar dan zeg maar op een gegeven moment aan, hoe zeg je dat, verslaafd raakt, dan zie je ook, en mensen zeggen heel vaak, nou, zonder een kop koffie begin ik mijn ochtend niet hoor, dan heb ik het niet. Dan denk ik, nou, je hebt bijna 7 tot 8 uur geslapen, dat moet er voldoende zijn voor het lichaam op gang te komen. Ja, maar ze hebben echt de eis van, ik moet mijn koffie hebben. En je ziet ook mensen die het niet krijgen. Neem iemand die bijvoorbeeld rookt. Ik heb iemand in de familie die roken. En dan als ze bij mij zijn, dan zie je ze op een gegeven moment dat de spanning zich opbouwt. Want ze worden nerveuzer en nerveuzer in hun gedrag. En dan zeg ik ook van, ik heb een galerij. Ik respecteer gewoon zoals iedereen zoals iemand in het leven staat. Ik ben niet iemand die allerlei dingen oplegt. Ik heb zoiets van, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. En joh, ga je niet anders gedragen omdat je nu bij mij bent. Ben wie je bent. Alleen, ik heb een aantal regels. Ik wil niet hebben dat je in het huis rookt, of dat je iets van vleeswaren of wat dan ook, of heb je boodschappen gedaan. Gaat het in de auto, neem ik niet in ieder geval bij mij mee. Van, ja, ik heb ook een altaartje. En dat respecteren ze gelukkig allemaal. Maar die dingen zijn er inderdaad gemaakt. En je kunt het nuttigen, want kijk, als ik in India ben, maar ook in Radhadish, dan kan ik ook een stukje chocola eten of chocoladeijs eten, zonder dat er heel veel rotzooi in zit. Wat ons zeg maar heel bedwellend kan maken. Hè, waardoor we zeg maar minder gefocust zijn op Radha Krishna. En daar gaat het eigenlijk om. Dat we dus niet afgeleid worden. Een andere vraag is waarom ons hoofd altijd, hele mannen hun hoofd op kaal scheren. Is daar iemand een antwoord op? Ja, het is eigenlijk een teken van onthechting. Ja, dat je je eigenlijk onthecht hebt van allerlei materiële zaken die zeg maar niet echt in het kiezen bewustzijn zou kunnen gebruiken. Voor ons gaat het net een stap verder. Bij ons zou je helemaal onthecht moeten zijn. Om heel eerlijk te zijn ben ik dat niet. Want in Nederland hebben we niet echt een aardje meer als brugjari terecht kunt. Want ja, je moet niet verzekerd zijn. Je moet ons verzekeren hebben. Je moet aan allerlei dingen voldoen. Ik denk niet dat ik de gemeenschap, de toegewijders, dat zou willen opleggen. Van, oh, ik ben een brahmachari, ik ben hier uit India gekomen, dus zijn jullie voor mij verantwoordelijk. Ik heb dat in goed overleg met mijn leermeester, de Guru Maharaj, gedaan. En zei, nou ja, je gaat terug vanwege je moeder, want die is aan het wegkwijnen, wat ik van familie begrijp, dus ik heb liever dat je teruggaat. Nou, hem uitgelegd dat er geen ashram is, waar je zeg maar als brahmachari in kunt trekken, en dan nog, als je als brahmachari daar intrekt in een ashram, ja, hoe zou ik dan de zorg moeten geven aan mijn moeder? En, maar ik wilde mijn sataan wel behouden. Maar toen heb ik gezegd, doe je diensten, geef lezingen, wat je ook doet in de tempels, doe dat. Blijf gefocust op Krishna en zorg gewoon goed voor je moeder. Dat zei ik ook, ja, maar ja, zelfs om een wierookstokje te kunnen geven aan Krishna, heb je een eurotje nodig. Want je krijgt het niet zomaar, het groeit niet aan bomen. Je kan gewoon werken. Ik werk en natuurlijk kom je dan in aanraking met van alles en nog wat. Mijn werkgever weet van wie ik ben en hoe ik in het leven sta. Dus allerlei omstandigheden die ik zelf. Bijvoorbeeld als je mensen moet laten eten. Ik laat mensen nooit eten. Dat wordt dan altijd vaak door leerlingen overgenomen of door een andere collega. Dan ga ik medicijnen uitdelen. Zij zijn met eten en drinken bezig. Dus ik hoef niet aan vlees, vis of dat soort dingen te zitten. Als het jonge mensen betreft, vooral met dames. Nou, ik werk niet bijvoorbeeld op gynaecologie. Dat is niet een afdeling voor mij, maar ik zit bijvoorbeeld op neurologie. Nou, daar heb je ook natuurlijk vrouwen liggen die verlamd zijn, of een hersenletsel hebben, wat dan ook. Ja, en dan moet je je grenzen stellen, maar je moet die mensen ook zorg geven. En dat is best wel moeilijk, want wanneer doe je iets wel, wanneer doe je iets niet. Dus dat is voor mij iedere dag eigenlijk een beetje weer bewegen. En iedere dag eigenlijk op mijn grenzen bijstellen, of mijn grenzen weer eigenlijk terughalen en denken van, oké, hoe ga ik hiermee om? Maar je leert er wel mee omgaan, zeg maar. En het beste is als ik in India ben, want dan kan ik echt volledig zijn zoals het zou moeten zijn. En dat trek ik ook altijd bij mijn Guru Maharaj in de ashram voor de tijd dat ik er ben. En dan kom ik eigenlijk terug in mijn leven. Dus dat maakt het ook wel moeilijk. Nou, de reden waarom we ons dus eigenlijk taalscheuren is een teken van dat je hebt afgedaan van alle materiële zaken. En dat je eigenlijk het spirituele pad op bent gegaan. Dus ook de Grihastas die scheren zich, die houden het zeer kort.
En het is ook een teken natuurlijk van ijdelheid. Dat moet je tegengaan, want dat steelt je pas over. En dus vandaar dat het haar ook op wordt gehouden. En lang haar, zeg maar, staat in de Bhagavad-gita, is de eerste teken van Kali Maharaj, zeg maar. Dus, maar goed, in ISKCON heb ik mensen en toegewijders. En nee hoor, het is absoluut geen aanval hoor. Want in ISKCON hebben genoeg mensen die hart op de muur en tot daar hebben. Ja, dan sta ik ook te kijken in het tempel van oké, dat zijn de regels, maar ik zie toch... Ja, goed, het waren ook de wat dan ook sannyasins meld, die dan helemaal verwilderd zijn met lang haar. Ja. Ja. Het zijn zelfs plaatjes van dat ze zitten mediteren op de bodem van de zee met zeer lang haar. Ja. Dus, het kan alle kanten op met haar. Maar het is goed, natuurlijk, ik denk dat het waar is wat u zegt, het gaat om de ijdelheid. Zit de hele dag in de spiegel, oh wat heb ik mooi haar, of wat heb ik mooi kort haar. Dat, ja. Dat kan ook. Het gaat dus om, dus het gaat om de essentie. Ja, heel erg. De setting. Die kort haar is heel erg in de Nederland. Nou, dat is iets wat ik dan ook weer hier in Nederland geleerd heb, omdat je hier opgroeit. Dat je door dingen heen kijkt en dat je dan echt gaat kijken van oké, die regel is er, maar waar gaat het nou eigenlijk om? Wat zit er nou tussen die regels in? En dat vond ik een enorme winst, om dat in me te hebben en dan in India te zitten tussen mensen die bijvoorbeeld dat misschien niet hebben meegekregen, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar dat als er iets werd gezegd, dat ik dan niet alles heel erg letterlijk nam, maar dat ik dan echt ging kijken van oké, maar waar zit het er nou in? Waar gaan we naartoe? Wat is de essentie? Wat voor mindsetting moet je daarbij hebben? Dus voel je vooral niet aangevallen hoor. Nee. Maar het is gewoon heel belangrijk om bij regels en bepalingen. Mijn Guru Maharaj zegt, neem niet alles pakkeloos aan. Breng het naar jouw omstandigheden, naar jouw land en kijk hoe het is. Dus altijd naar plaats, tijd en omstandigheden handelen. En dat is gewoon heel belangrijk. Want anders is het bijna niet vol te houden, moet ik zeggen. Nee. Nou, ik zal een van de laatste dingen nog even, twee dingen nog even behandelen. De nekkralen, waarom we die dan dragen, kan iemand daar antwoord op geven? Ook en nog belangrijker. Sorry? Ook. Ja, en intuïtie is natuurlijk heel dierbaar hè, voor Krishna. Maar de hoofdreden is dat het moment, kijk, de dood is de enige zekerheid die we hebben in het leven. Het moment dat de dood daar voor je staat. En dan is het niet de dood die in één keer komt, maar het is vaak de handlangers van de engel van de dood, zeg maar, die dan bij je komen. Die zien dan dat je dan kanki om hebt. Dus die weten dat je een toegewijde van Krishna bent, of Heer Vishnu. En die zorgen ervoor dat zij niet degene zijn die jou dan terug hoeven mee te nemen. Maar dan komen er engelen, afgevaardigd van Vishnu zelf. En die zien je zelfs als Vishnu uit met vier armen. En die nemen je mee, respectvol en liefdevol, word je dan door hun eigenlijk. Naar de andere kant toe begeleid, terwijl de handlangers van de Engels des doods, dus Yamaraj zoals die heet in het Hindi, die zijn vaak heel grof en die zijn niet vriendelijk. Want als je naar de beschrijvingen leest van hoe zij dan iemand de nodige begeleiding geven, daar word je niet blij mee. En dat is eigenlijk de reden dat wij de kantjes om hebben. Inderdaad, wat zij allemaal zeggen, het is bescherming, het is inderdaad iedere keer als je je kantjes ziet of je raakt het aan dat je denkt oké, daar heb ik mijn leven aan gegeven, dat is Krishna. Maar het belangrijkste is om de terugkeer naar Krishna te laten. En dan heb je een tilak, waar staat die voor? Ja. Dan komt het weer de lotus aftrekken van de Heer. Want als je dan zeg maar de buiging maakt, dan is het eigenlijk wat je zou moeten inbeelden dat je dit gedeelte, als de twee voeten van Krishna zijn, dat je dat precies zeg maar op de twee grote tenen plaatst en neerlegt. En dan krijg je een soort van stempel, en dit zijn dan de tekens van afdrukken van de grote tenen van beide voeten van Krishna. Hij heeft altijd Tulsi Maharani een blaadje op zijn voet liggen. En die komt dan hier. En eigenlijk staat het voor, dit is het huis, dit is de tempel van Krishna. En daarmee dien je hem. Maar deze teken zuivert anderen die het zien. En als je het heel goed wil beschrijven, want ik doe vroeger ook natuurlijk op mijn werk. En dan wilden de artsen weten, wat is dat ding op jou? Dan had ik het netjes op papier gehangen in de koffiekamer. En dat is dat je met ziel en zaligheid over hebt gegeven aan de lotus voor te vangen. Ja, en daar waren ze helemaal stil van. En toen kreeg ik ook de vraag, waarom lotusvoeten? Nou, lotusvoeten. Weet iemand waarom we altijd op de lotusvoeten van de Heer spreken? Het
heeft te maken met het woord lotus in het Hindi of in het Sanskrit. Het is padma, zijn voeten. En lotus is kamalje. En kamalje staat zeg maar voor het bewustzijn, het ontspruitende bewustzijn. En padma staat voor voet. En voet die staat weer voor ontspruitingen. En padma staat voor lotus, maar ook voor bewustzijn. Dus het is. Je wordt pas bewust als je zo nederig mogelijk opstelt. Dus als je, en de Shastra spreekt ook van over lotusvoeten, want hij heeft ook de kleur van een hele roze lotus. Maar de symboliek, dat is meer symboliek, maar de kennis die erachter zit, is dat dat de plek is waar uiteindelijk alle kennis uit voortkomt. Om ons bewustzijn zeg maar, aan te wakkeren, brengen we iedere keer die eerbetuiging, waardoor je uiteindelijk de liefde voor Krishna kunt gaan ontwikkelen. We doen het ook bij onze gurus, bij onze acharyas. Dan brengen we ook onze hoofd helemaal tot op de grond neer bij hun voeten. Want ook de guru is eigenlijk een soort van plaatsvervangend iemand van Krishna. Althans, hij draagt de kennis van Krishna die uitgesproken is door Krishna over aan ons. En daar wordt dan ook hetzelfde gezegd. Van die voeten die zijn heel belangrijk. Want daar zitten net ook die stofdeeltjes op die ons kunnen aanwakkeren tot het dienen van Krishna met het toegewijde zijn van Krishna. Dus daarom wordt er eigenlijk in de geschriften over lotusvoeten gesproken. En dan heb je het heel vaak ook met de ogen worden vergeleken met die lotuspetals, dus blaadjes van lotussen. Maar Krishna, ja, je hebt verschillende oogsoorten natuurlijk. En hij heeft echt een beetje Chinees-achtige ogen, dus echt lotusachtige ogen heeft hij. Niet klein, best wel groot. En zo werden ze ook in tempels zeg maar, vroeger afgebeeld. En dan zag je echt van lotusachtige ogen. En die werden dan op de beelden geplaatst, geplakt als het ware. En door de komst van ISKCON zie je dat het allemaal toch wel weer bijgewerkt is. Hè? De westerse invloeden, dat het echt hele mooie ogen zijn geworden. En vroeger was het echt geen ogen die je zo aankeken. Als je naar hele oude tempels gaat, dan zie je dat nog steeds. Bijvoorbeeld, je ziet dat daar ook. Met die ogen. Ja. Dan zie je ook die ogen die zo echt op de dekens, dus op de artsenliefde geplakt zijn. Het heeft natuurlijk wel wat. Maar ik vind als je de ISKCON-tempel binnen gaat, ja, dan ik verzuik bijna in die ogen. Ik vind het schitterend hoe dat gedaan wordt. Je ziet het ook op die foto's hierboven. Heel mooi, maar ook heel realistisch zijn de ogen dan. Maar dat is dus de reden van. Krishna is natuurlijk een oceaan van kennis. En als je dan in die ogen kijkt, dan raak je eigenlijk in die oceaan van kennis. En dat is de reden waarom er over de lotus eyes en Krishna wordt gesproken. Zijn er vragen of aanvullingen? Ja, over het draaien van de kennis. Ik denk wel dat iemand wonderlijk van kennis heeft. Maar ik ben geen kennis. Oh, maar dat heb je in India ook. Als je naar West-Bengaal gaat, naar Mayapur, dan zie je dat er heel veel mensen op een bootje staan. Die staan gewoon te roken, maar die hebben wel een tempel malen aan. Ze doen eigenlijk verder niets. Ze gaan niet naar de tempel of wat dan ook. Het enige besef wat ze hebben is dat Krishna de Allerhoogste is. Nou, voor de rest zijn ze met hun leven bezig, zijn bezig met overleven. Ja, en alles wat hun maar doet overleven, dat doen ze. Maar ze hebben wel een tempel malen om. Alleen, er staat geschreven van als je het om hebt, dat je dan een toegewijde bent. Hè? Daar worden dan allerlei regels bij. Maar je hebt mensen die ervoor kiezen van, oké, ik draag het, maar ik hou me niet aan de regels. Maar wordt het normaal gered? Ik denk dat de redding pas volgt na een aantal levens. Het is hetzelfde als iemand, ik kreeg een keer een vraag van, Ganga, de rivier Ganges, is heilig. Dus als je erin valt, dan zegt men, of staat in de geschriften vermeld, dan maakt je terugkeer naar. Nou, in ieder geval niet naar Krishna gelijk, je komt op de Vaikuntha-planeten. Je hebt een afdeling lager, zeg maar. Hoe is het nou dat iemand die bijvoorbeeld zelfmoord pleegt, in de Ganges, een steen aan zichzelf bindt, erin springt, raakt hij bevrijd, gaat hij terug naar die Vaikuntha-planeten. Nou, ik ben niet capabel genoeg, ik weet niet voldoende uit de geschriften om daarop antwoord te geven, maar ik heb het wel een aantal Maharaads gevraagd. Mijn Guru Maharaad zei van, alles wat voor de gangen staat, wat je toe zou moeten komen na de dood, dat blijft wachten. Je wordt eerst weer geboren, je krijgt eerst je penalty, zeg maar, die je hebt, die je moet krijgen omdat je zelf wordt gepleegd. En dat is de grootste zonde die je als mens kan begaan, want je hebt het leven niet zelf aan jezelf gegeven, dus je mag het ook niet zelf van je afpakken. Dus daar, je krijgt eerst die straf, vervolgens dien je weer terug te komen. Dus je moet dan
nou ja, die, wat is het, 8.400.000 tegensvormen, in ieder geval 8 miljoen tegensvormen aannemen, 400.000 zijn menselijke vormen, dan krijg je die, en dan zorgt Krishna ervoor dat je dan uiteindelijk daar het weer oppakt waar je misschien in dit leven bent geleefd. En dan moet je langzaam weer opbouwen, en op het moment dat je dan bijvoorbeeld op voldoende hoogte bent en je komt te sterven, dan krijg je uiteindelijk alles wat je zou toekomen als je bijvoorbeeld in de gang is gewoon gestorven zou zijn, zonder dat je bijvoorbeeld een zelfmoord hebt gegeven. Dus ik denk dat de mensen die dan bijvoorbeeld een kantje malen dragen en verder niks doen aan toegewijde leven, dat natuurlijk heeft altijd zijn effect, maar ik denk dat de dingen die erbij staan vermeld dat het pas gaat gelden als je je ook echt inlaat met toegewijde leven. Ik heb elkaar gevraagd, ik heb dan nog vragen aangewezen. Niet zoveel dat je dat weer altijd gehoord hebt, maar dat is altijd hier en hier in de zon. Ja, dat is heel raar. Het staat op papier, maar op een gegeven moment als je dan een lezing, ik heb wel eens dagelijks 3 keer dezelfde lezing gezorgd, op 3 verschillende dagen, op mijn vrijdag, zaterdag en zondag, maar het is elke keer weer anders, terwijl het hetzelfde lezing is. Maar dit is ook wel misschien heel belangrijk om te vertellen wat de rol van vrouwen binnen onze organisatie is. En, vooral nu met allerlei dingen die gaande zijn in de wereld, en vooral met name op India gericht. Binnen onze organisatie heeft de vrouw voornamelijk een ondersteunende en opvoedende functie. In het Westen leer je ook en hoor je ook heel vaak van achter elke succesvolle man staat een succesvolle vrouw. Dus dat is eigenlijk de kracht. En zij is binnen het Vaishnavisme wordt ook eigenlijk als een beetje de motor binnen het gezin beschreven. Ze zijn eigenlijk de mensen die al vanaf kleins af aan het Krishna-bewustzijn kunnen bijbrengen. En daardoor verdient zij heel veel respect, want je ziet ook dat Krishna haar moeders heel veel respect geeft. En dat is hetzelfde eigenlijk van wat wij horen te doen. Dus zij heeft eigenlijk... ze is eigenlijk de onderwijzer, ze is je eerste groep, zoals dat wordt gezegd. Ze voedt je op, ze brengt je allerlei normen en waarden bij. Ze beschermt je en tevens is ze de kracht eigenlijk van haar echtgenoot. Zij is eigenlijk de kracht die zorgt dat je met je toegewijde leven door kan gaan. Het is vaak de vrouw die dan zegt van kom op, we gaan niet verder. Het is mooi geweest, het zat je even dwars. Heb je het uitgesproken, we hebben het gehoord, laat maar gaan, we gaan gewoon verder. En mensen die dat niet hebben bijvoorbeeld, zie je ook vaker dat ze in de knoop komen. In Mayapur heb je heel veel gyastas wonen. En ik ook heel veel mensen die bijvoorbeeld ongehuwd zijn, in het wit lopen. Ja, ik heb een aantal meegemaakt die op een gegeven moment gewoon echt het spoor bijster waren. En die vertrekken dan. En die zie je eigenlijk nooit meer terug. Ik wil niet zeggen dat het bij iedereen voorkomt, maar het kan voorkomen. Terwijl als diezelfde manier getrouwd was geweest, dan heb je toch nog op iemand waar je op terug kan vallen. En ja, deze mensen verdienen eigenlijk het hoogste respect, en dat zie je ook in onze tempels. De brahmacharis worden echt altijd een beetje op afstand gehouden van de materies. De brahmacharis mogen niet al te veel met de materies praten. En heel vaak wordt daar gedacht van dat het met de regelgeving van de brahmacharis te maken heeft. Maar dat is eigenlijk, als je het in percentages zou uitdrukken, is dat veel lager dan wat de bescherming wordt geboden. De vrouwelijke schoonheid is zo mooi dat het van alles in je op kan liggen. Dus om de vrouwen te beschermen worden ze niet afgeschermd, maar er zijn regels en bepalingen waar we eigenlijk ons beide aan dienen te houden, zodat het dan dat het uiteindelijk dan niet misgaat. En bij mijn Guru Maharaj is het ook zo van, wat ik dan heel mooi vind is dat de Matajis en de Prabhus gewoon in 2 groepen gewoon naast elkaar mogen zitten, maar in andere tempels ook binnen is gewoon, dus het matertje zit erachter en de probleem zit er voor. Dan denk ik, ja waarom? Je kan gewoon naast elkaar zitten, terwijl je gefocust bent op iemand die spreekt. En ja, dat vind ik ook zeg maar een teken van respect aan vrouwen. Van gelijkwaardig zitten, nee, hier zitten de vrouwen, daar zitten de mannen. Waarom zouden de vrouwen dan speciaal achterin moeten zitten? Je ziet ook dat vrouwen ook heel veel sewa's hebben, dus diensten verrichten voor Krishna. Niet alleen maar van het maken van bloemenkransen of prasadam, maar ze ontwerpen heel veel aan kleding. Zij zorgen ervoor dat een altaar helemaal blits is. Het zijn de prabhus die uitvoeren, maar het zijn de matatjes die alles bedenken, die alles maken.
Dus ja, je ziet eigenlijk een gelijkheid binnen onze samenleving, binnen de ISKCON-samenleving, van vrouw en man. Dat vind ik ook wel heel bijzonder. Ik kom uit een gemeente, uit Suriname, en in mijn familie is het nog steeds zo dat de jongens kunnen overal natuurlijk, maar de meisjes niet. De jongens die kunnen 's ochtends aankomen zitten, maar de meisjes moeten, die mogen soms niet eens aan alsen gaan, moeten ze voor 10 uur weer binnen zijn. Ja. Maar ja, aan de andere kant denk ik, het is goed bedoeld, maar jongeren begrijpen dat vaak niet. Die vinden dat weer, die zetten dat in een weegschaaltje en zeggen, waarom zij wel en ik niet? Dat er wel ouders vaak kijken van, goh, waar leven we, hoe zijn de omstandigheden hier, wat speelt zich af? En op grond daarvan wordt besloten. Maar bijvoorbeeld, wat ik echt heel erg onrechtvaardig vind, is bijvoorbeeld dat een zoon gewoon vaak veel vrijer zijn om dingen te ondernemen, terwijl een meisje voor bijna elk iets voor wisselwasje toestemming moet vragen. Terwijl ik denk, nou, we zijn nu de tijd zo ver, de tijd, hè, waar is die gelijkheid? En in mijn familie is dat niet zo, want als mijn oom spreekt, mag mijn tante gewoon niet tegenspreken. Zo is het, en niet anders. En dan denk ik, oké, tegenspreken is wat anders, maar je kan bijvoorbeeld wel aangeven van, ik ben het er niet mee eens. En dat mijn oom dan op zijn minst zou kunnen vragen, nou, vertel dan eens waarom ik het niet daarmee eens ben. Nou, dat is ook iets van als je van hieruit zoals naar Suriname gaat, dan ondervind je heel veel verschil tussen zoals wij hier zijn, als ze nu staan, zeg maar, in Nederland, en ze nu staan daar. En dan zit ik daarbij en je ziet het en dan denk je, oké. En dan zit je naar die oom te kijken van, nu komt de vraag, waarom ben je het niet eens? Maar eerst moet die vraag komen van de tante van, ik ben het niet eens, maar dat het niet eens zijn, dat wordt achteraf gezegd, aan de anders niet bij is. Dus de dingen zijn, lopen nog, zeg maar, een beetje achter. En in ISKCON is dat gelukkig niet zo. De vrouwen hebben heel veel respect, maar de vrouwen zijn wel mondig genoeg om dingen aan te geven. Je ziet ook tijdens lezingen, Matajis die stellen de meeste vragen naar sannyasis. En prabhu zitten en luisteren, prabhu zitten en luisteren. En als er dan 3 of 4 prabhu's zijn die vragen gesteld, zijn het wel 8 Matajis die hun hand hebben opgestoken. Dat vind ik gewoon heel erg mooi om te zien. Dat Matajis zich vrij voelen. En dat kunnen ze omdat er gewoon respect voor ze is. Maar kunnen vrouwen ook dat? In principe wel, tot een bepaalde leeftijd. En dan wordt er wel aangeraden om op een gegeven moment samen met iemand te gaan. Maar het is niet verplicht. Als je ervoor kiest om gewoon alleen te blijven voor de rest, nou prima. Maar er is niet echt een huldiging, er is niet iets van omdat je dan ook in het vragen gaat lopen. Dat is er niet. En er wordt natuurlijk vanuit de filosofie gekeken. Hè? En daarin wordt gezegd dat vrouwen dient altijd bescherming te genieten. In welke mate dan ook. Dus dan raden onze maharajs, onze sannyasis toch aan om in het huwelijk te treden. Ik heb gehoord dat Gouda tegen vrouwen is, hè? En dan denk ik bij mezelf, iedereen is een ziel, dus het maakt het uit of je een vrouw bent, maar hij wil toch geen vrouwen helpen. En dat snap ik dus niet. Ja, wie heeft die zijn vrouwen? Oh, en die mogen ook in de buurt komen. En dan komt je ook niet, zeg maar, in je huis als er een vrouw aanwezig is. Dus dan denk ik bij mezelf, ik heb daar 4 jaar gebleven. Ja, mijn man heeft het uitgelegd waarom hij tegen een vrouw is, maar dan denk ik bij mezelf, daar ben ik niet mee. Ja. Dat hij dan zegt van, als ik geholpen wil worden, dat dat niet kan, omdat ik een vrouw ben. Ja, nou, ik moet u heel eerlijk zeggen, van dit stukje ben ik me niet bewust, want ja, ik... Ik vind het wel een verhaal van belangrijk, dat vrouwen bij de vrouwen niet. Ja. Ja. Hij is heel streng, want vrouwen, het is een helpje, niet als je wat hebt of zo, en dan komt ook niet in je huis als je... Hij is van de afstand. Nee, als je gewoon naar de kerk dat er geen sannyasi is, dan zie je hem kijken. Ik denk dat Krishna zelf is. Maar ik denk dat het in de juiste context geplaatst moet worden. Want ik heb daar, mijn Guru Maharaj heeft daar seminars gegeven op het Chaitanya Charitamrita. Dat is de autobiografie, zeg maar, van Chaitanya Mahaprabhu. Ik denk dat ik dat niet in een context zou plaatsen van dat hij tegen vrouwen is. Hij is juist heel erg tegen bescherming van vrouwen. Hij is heel erg voor respect voor vrouwen. Hij is heel erg voor dat een vrouw juist niet alleen is, maar een metgezel heeft. Maar hij heeft in de functie van een sannyasi. En daar zijn de regels heel scherp. Kijk, onze sannyasis, die zijn van deze tijd. Hij is een sannyasi van 500 jaar geleden. Ik zal u dat van een sannyasi gelaten. Mijn moeder,
Die kon vroeger, zeg maar, als mijn oom, dus een oudere broer van mijn vader, hier zou zitten en hij zou met mijn moeder willen praten, dan zou mijn moeder achter de muur blijven staan en zou van daaruit antwoord geven. En als mijn moeder hier zou komen om eten te geven, dan zou mijn moeder haar sluier helemaal zo vasthouden. En die raakt ze niet aan. En je mag elkaar niet aanraken. En die dingen, die zijn... Nee, maar in India nog, je mag geen handen geven. Ja, we geven geen handen. Maar weet u waarom we geen handen geven? Deze plekken, dus zeg maar, alle vocht wat uit zeg maar, het lichaam komt, je handen zweten ook, zijn plekken zeg maar, waar uitwisseling van karma plaatsvindt. Dus wij geven geen handen. Daarom worden voeten ook niet mogen, ook dingen is gewoon niet aangeraakt worden bij eerbetuigingen van een sanyasi of van wie dan ook. Dus er is heel veel regels en bepalingen. Maar die dingen die zijn er in India nog steeds, maar ook in landen als Suriname. Mijn moeder is nog steeds als mijn oom komt, de oudere broer van mijn vader, die ook ouder is dan leeftijd van mijn moeder, komt mijn moeder nog steeds met een sluier en zal altijd zo staan dat ze niet goed zichtbaar is voor hem. Dus ze zal wel een gesprek aangaan, kort maar krachtig. Maar en in die tijd moet je zich dan verplaatsen, 500 jaar geleden, en Krishna draagt daarmee uit van wat zit er in de rol van Chaitanya Mahaprabhu, dat regelgeving gewoon heel belangrijk is. Ik begrijp dat, ik heb 4 jaar daar gewoond. En ik kan nu zeggen dat er ook onder de toegewijde dingen gebeuren, waar de honden geen brood van moesten. Dat heeft allemaal is vaak, je kan het betitelen met lust, dat het daarmee te maken heeft. Dus we zijn er heel erg, die regels zijn er heel erg eigenlijk voor beide groepen te beschermen, zodat we niet van onze toewijding afvallen naar Krishna toe. Maar ik heb geen lezing bijgewoond, maar geen enkele maharaj waarin werd gezegd dat Gaura heel erg tegen vrouwen is. Dus juist heel veel. Hij woonde in Jagannath Puri. En als er iemand richting West Bengal ging, dan ging hij uiteindelijk naar diegene om die te ontmoeten. En die gaf hij saris en prasadam om af te geven bij zijn moeder. Dat staat ook in de Jagannath Puri. En vrouw was ook om die... Ja, kijken van die... Het was een oudere dame, een oudere vrouw. En die kon je daarna, die was echt op een gegeven moment van heel ver gekomen. En ze was gebogen, ze kon niet echt recht staan. En ze waren al klein, van proporties. En uiteindelijk heeft juist Chaitanya Mahaprabhu ervoor, als sanyasi ervoor gezorgd, dat zij uiteindelijk hier konden gaan staan. Dus op de Heer met je voeten. Hoeveel respect is dat dan, die je dan een vrouw geeft? Zodat zij Jagannath die kon aanschouwen. Dus ik denk dat het ook wel binnen de context staat, dat je het, kijk, je kan een stukje nemen, en als je het uit de context trekt, ja, dan kan je er alles van maken. Maar ik heb geen negatieve dingen gehoord. Want het is ook Chaitanya Mahaprabhu die uiteindelijk de regels opgesteld heeft van hoe wij met de vrouwen moeten omgaan. Ja, en niet alleen maar voor bescherming, maar puur ook uit respect. Want in die tijd was er ook niet veel respect voor vrouwen. En dan had je nog natuurlijk allerlei invasies in India van verschillende andere culturen, die heel anders over vrouwen dachten. En daar waren vrouwen niet minder als de koe of de geit in de stal. Ja, waren gebruiksvoorwerpen en daar is het er helemaal hard op tegen in. Dus ja, het verbaast mij dat ik dat hoor. Maar als sanyasi, nu nog steeds, als je bij mij Guru Maharaj komt, moet de palu van de sari op. Die dingen hier vast te houden. Zodat als je een buiging maakt, dat dit gewoon niet zichtbaar is voor hem. Die een sindur op te hebben, als je Mangal Sutra draagt, moet dat duidelijk zichtbaar zijn. En dus als mijn Guru Maharaj daar zijn sutra voor zit, dan breng je eerbetuiging van hier. Je spreekt van hieruit. Wij mannen kunnen iets dichterbij gaan, maar de vrouwen die blijven netjes op stand. Dat heeft allemaal te maken met respect. Respect naar hem, en hij heeft respect naar de vrouw. Nou, dan? Het was laat ik het zien wat er had. In de inleiding, toen ik dat heb gedaan, dat we het gaan doen, dat was een schoonheid. Ja. Want hij heeft het gegeven voor de moeder dat hij werd gesmeekt, of die dus door de gewone eigenaar zijn, en dan zien dat hij die toegegeven voor één keer. En hij heeft het ook de ziekte gedaan, die zag staan door een vrouw, die heeft gelijk dat ze niet even kan leven zien op achteren. Ja, dat is wel. Dat, zoals ik ook niet net gezegd heb, dat is ook vooral het ontstaan van de situatie. Ja, en kijk, ik ben ook wel eens in India. En ik heb hier ook mensen die, ik heb ook een persoonlijke in India,
En dat raakte dat ik niet weet, waarom zit hij in ieder geval tegen een vrouw? En toen hoorde ik dat iedereen zei, ja, ze werd een deurstof. Ja, maar dat zei geen toegeleid of zo, maar die dag was er niet. Ze werd een deurstof. Ja, dat en daarom gaan we dus in. Maar is dat dan niet even zo? Ik heb het niet gezien, maar dat heeft mijn lust om. Ja, natuurlijk. Ik weet niet zo, maar goed. Ja, maar we zijn toch maar kijk, en dit is dus waar. Ik zeg, ja, maar macro voor de vrouw is eigenlijk ook voor wil beschermen. Snap u? En zijn discipline ook. Denken, en zijn discipline ook. Ja, voor het rare denken wat mannen zeg maar in zich hebben. Want er was ook een promotor van mij die zei van ja, ik snap niet dat je brahmacharis kunt zijn of dat andere brahmacharis zijn, want je ziet zoveel dingen voorbij, maar dingen, hij beschreef een vrouw als ding, dingen voorbij komen, toen zei ik, wacht even, ik ben ergens kwijtgeraakt bij dingen, ik zei, wat bedoelt u met dingen? En er zit dan een toegeleide, die daar kent u alles, maar tuurlijk, het zijn allemaal mensen, en als je een samenleving hebt als ISKCON, zul je ook mensen hebben die het anders opvatten of anders begrijpen, dus dat is... De taak die we dan ook hebben om elkaar op dingen aan te spreken. Ja, en het is heel goed dat u dat zegt, dat ligt niet aan de vrouw, dat ligt aan de man. Ja, dat staat er ook in de geschriften, dat staat er ook in het Bhagavatam, het ligt niet aan de vrouw. De vrouw is gewoon mooi gemaakt, daar heeft Krishna voor gekozen. En daar mag een vrouw best trots op zijn. Ja? Maar het mag niet een man in de weg staan naar Krishna toe. En daar komen die regels aan de palingen van, dek jezelf netje af, maar het is niet zo van dat je je hele gezicht moet bedekken en je mag mooi zijn, je mag er goed uitzien voor Krishna, voor je echtgenoot, maar het moet niet zo zijn dat het storend werkt op anderen. En daarom als je in een tempel binnenkomt, of als je ergens komt waar een sannyasi is, dan neem je bepaalde regels in acht. En dat hoeft niet overal te zijn, dus je hoeft niet zo de Albert Heijn in te lopen. Maar als er een sannyasi is, dan zijn er gewoon bepaalde regels die wij zeg maar in acht nemen. Dat geldt voor ons ook. Ik kan niet zomaar naar mijn Guru Maharaj toe lopen en opeens een gesprek beginnen. Dat is, nou ja, het wordt niet als oneerlijk. Een soort beschaving, zeg maar. Ja, daar gaat een bepaald respect uit. Ik ga altijd halverwege een beetje op mijn knie staan en dan spreek ik eraan. Ik hou gevouwen handen. Zo dien je Krishna ook, want als je dat respect naar zijn toegewijde geeft, zo kun je Krishna alleen dienen. Want we dienen Krishna door dasa dasa anu dasa. Dus via zijn dienaar kun je Krishna dienen. En alles wat je nu zeg maar, bij een sannyasi zeg maar, toepast, dat is alleen een oefening voor later, als je bij Krishna terug bent. Dan wordt het een tweede natuur. En dat kun je alleen maar door te oefenen. Dus als wij het met elkaar beoefenen, en je komt daar terug, dan hoef je verder niet meer na te denken. Rival. Ik was laatst een verhaal van Sanakana gesproken. Ja. En hij zei op een gegeven moment van een vrouw, hij kan dat zo dichtbij kan. Hij zei van, ik moet uit mijn buurt blijven, want er duurt geen vrouwen in mijn directe omgeving. En toen zei hij, ja, maar ik kijk dan goed naar mij, want ik ben geen vrouw, ik ben een ziel. En op dat moment realiseerde hij zich dat hij een fout maakte en een boog uitbraak. Ja. Ja. Maar wie is op het platform van de Sanatana Goswami? Want als ik al een prabhu heb die toegewijd is en over de dingen spreekt, dan denk ik, ja. Ja, dus we hebben allemaal oefeningen nodig en we zijn er lang niet, dus we moeten met z'n allen daar naartoe. Maar het is wel een sprekend verhaal, ja, uiteindelijk niet. Inderdaad. En je hebt nog steeds sannyasis die het niet willen. Als je daar te dichtbij komt, dat zie je ook in India. Maakt niet uit of het van ISKCON is of van een andere stroming, van andere Vaishnava takken of wat dan ook. Maar die vrouwen die gaan al niet heel erg dichtbij, want die weten gewoon van nature van ik moet hier blijven of ik kan op zo'n afstand nog praten en spreken. Is het niet hoorbaar, dan schuiven ze iets meer naar voren of als een sannyasi zijn komt iets dichterbij, want ik kan je niet goed horen, dan zie je dat het gebeurt. Ja. Maar ja, dat is gewoon de regels en de bepaling, dat is zoals men omgaat. Of iemand kan zichzelf niet. Ja, die weet. Ja. Klaar. Ja? Oké, Srila Prabhupada ki jai.